Zo, goedenavond iedereen, hartelijk welkom. We beginnen met onze vergadering van het autonome gemeentebedrijf. Daar ben ik voorzitter van deze korte vergadering leiden. We hadden afgesproken dat we dat in openbare zitting doen, omdat het enige agendapunt, naast de notulen die we eerst gaan goedkeuren, zo dadelijk, de aanpassing van ons meerjarenplan is. En de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB komt zo dadelijk ook terug in de raad, dus dat is openbaar. Besprekingen nooit niet telkens te moeten herhalen. Stel ik voor dat we de bespreking van het hele meerjarenplan, eerst het AGB en dan OCMW en gemeente, achtereenvolgens doen, nu zo dadelijk in het eerste punt. Dan kunnen we zo dadelijk in volgorde, zoals het wettelijk is, dan volgens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die dan ook weer eerst het meerjarenplan moet aanpassen voor het deel van OCMW. Streng op geen gemeentelijke meerjarenplan en bij gemeente dan het en het AGB goedkeuren en het OCW goedkeuren en de gemeente OCW en alles weer vaststellen. Dus als jullie dat goed vinden, willen we dat in ene ruk allemaal samen behandelen en dan moeten we nadien de procedure, alleen om de procedure wettelijk te volgen, natuurlijk in elk de geëigende vergaderingen de beslissingen nemen die eigenlijk wel altijd op hetzelfde neerkomen. Nou, we beginnen zoals gewoonlijk de notulen van de vorige vergadering van het AGB. Ik weet niet of daar bemerkingen bij zijn. Als dat niet zo is, dan kunnen we ze goedkeuren en overgaan tot de algemene bespreking van de aanpassing van ons meerjarenplan. Het is de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Hè, volgens de PBC, bestuursbeleidscyclus, die ons door de Vlaamse overheid is opgelegd, volgen we een meerjarenplanning die bij het begin van de legislatuur wordt opgemaakt en die we dan jaarlijks aanpassen. En dat doen we dit jaar ook op het einde van dit jaar met het oog op vooral 2023, maar dat we het budget 2023 of op het budget 2023, maar tegelijkertijd ook dat meerjarenplan aanpassen, ook nog voor dit jaar om de dingen op punt te stellen en dan voornamelijk 2023 en verder ook 2024 en 2025. We hebben vorige week de uitvoerige toelichting gehad van onze financieel directeur, gesteund door de financiële dienst over de technische aspecten en het hele verhaal. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Dat zal ons te ver leiden. Dat hebben we ook allemaal stukken kunnen zien en we waren ook allemaal op de commissie dat hebben kunnen zien. Ik zal u niet verrassen als we zeggen dat de opmaak van het budget 2023 en volgende, dat geen gemakkelijke opdracht is geweest. We zitten in woelige tijden en het worden misschien nog woeligere tijden. We zijn begonnen met corona, 13 maart 2020 denk ik, hè, dat binnenkwam. Dat heeft eigenlijk heel veel impact gehad op ons beleid. Dan is vorig jaar in februari Poetin binnengevallen in Oekraïne. Ook dat was weer een volgende crisis. En als die oorlog misschien militair beperkt blijft tot Oekraïne, denk ik dat over de hele wereld de gevolgen voelbaar zijn. En kunt je spreken op vlak van energie, economie, informatica, informatie enzovoorts op een wereldoorlog. Het is te hopen dat het niet te ver gaat, maar iedereen voelt het. Het zijn onzekere tijden. De energieprijzen zijn enorm gestegen door het wereldeconomisch systeem en het embargo en de kranen die dichtgedraaid werden, maal 10 zelfs ooit. Dus voor 2022 passen we aan de energieprijzen. We hebben dat al halfjaarlijks gedaan bij onze vorige aanpassing. Voor 2023 hopen we dat het ietsje gaat zakken. Daar hebben we uitgegaan van de huidige prijzen, -25%. En in 2024 hopen we dat het dan nog eens met de helft zo zakt. Maar dan zitten we nog met de helft meer als de gangbare prijzen vorig jaar. Ik wil maar zeggen dat het allemaal moeilijk is om wat in te schatten en dat het belangrijk is om in die onzekere tijden toch wat houvast te bieden. En dat doen we met de aanpassing van ons meerjarenplan, waar dat we eigenlijk verder gaan met het meerjarenplan zoals we voorzien hebben, maar met de nodige aanpassingen. Door het feit dat we die twee coronajaren gehad hebben, die crisis, is het ook heel moeilijk. Hebben we ook weinig gelijkbare referentiejaren. Hè. Ook dat is moeilijk geweest. Werken van de gemeentebestuur, zeker in 2020, was niet normaal en normaal bouwt je verder op normaal. Dus naast de energieprijzen die gestegen zijn en dat we voelen in ons budget, ook de materialenprijzen zijn gestegen, de bouwkosten zijn gestegen, onze personeelskosten zijn gestegen. Hè. De index is enorm, heeft een vlucht genomen, dus de lonen worden geïndexeerd. Ongeveer 10% het afgelopen jaar. We hebben dat al gedeeltelijk aangepast en zullen het nog aanpassen voor 2022.
Dan hebben we een vooruitzicht voor 23 en 24. Ook de rentevoeten, waar dat lenen bijna niks kost, 0,5% tot 1%, rekenen we nu op 3,5% rentevoeten. Dus de uitgaven stijgen. Gelukkig wordt dat voor de gemeentebesturen ook gecompenseerd door een stijging van de belastingen. Want mensen betalen belasting op hun inkomen. En als inkomsten geïndexeerd worden, ja, dan betekent dat ook dat er meer belastbare grondslag is. En dat ook de belastingen niet de schalen, maar wel de belastingen inkomsten stijgen. Eigenlijk op een gelijkaardige manier. En gelukkig hebben we bericht gekregen van de hogere overheid. Van het ministerie van Financiën, federale overheid. Voor wat de aanvullende personenbelasting betreft. En van de Vlaamse overheid voor de onroerende voorheffing. Dat dus de geraamde bedragen van vroeger, dat die eigenlijk door die indexatie van die belastingopbrengsten, dat die ook gestegen zijn. En dat houdt ons budget toch wat voor in evenwicht. De helft van ons inkomen komt van de belastingen. De helft van ons uitgaven gaan naar personeel. Dus wanneer de personeelskosten procentueel stijgen met de index en de belastingen die stijgen ongeveer hetzelfde, weliswaar een jaar later, dan houdt zich dat in evenwicht. Maar jammer genoeg beperkt het zich niet tot de stijging van de personeelsuitgaven. Alle kosten en diensten die we aankopen zijn ook onderworpen aan die prijsverhogingen. Daarom hebben we in deze budget ook maatregelen genomen. En daar zijn we al mee bezig om de energie te besparen. En we hebben dan besluit genomen om de openbare verlichting wat te dimmen. Maar goed, dat is nog bezig bij Fluvius. En dat moet nog technisch afgesteld worden. Maar we hopen dat dat ook snel ingang vindt. Zelf hebben we een aantal maatregelen genomen om energie te besparen. We besparen ook globaal op goederen en diensten 10%. Dat hebben we vorig jaar gedaan. Dat willen we nu ook weer doen. En meer inzetten op duurzaamheid. Nu moeten we ook zeggen dat we door de hogere overheid, vooral de Vlaamse overheid, gecompenseerd worden. Ook voor die hogere energieprijzen, voor de kosten die ons afkomen. Dat we extra subsidies krijgen via het gemeentefonds of andere subsidiekanalen. Dus dat verzacht de pil voor een stuk. En we moeten ook zeggen, als we huuropbrengsten hebben, de huren worden ook geïndexeerd, dan stijgen. Maar aan de andere zijde is we huren ook lokaal af, sport en cultuur. Allerhande, ook die kosten stijgen dan weer. Maar goed, met al dat voorbereidend werk en die aanpassingen, en dankzij toch de berichten die we krijgen van de fiscale overheden, hebben we dat budget in evenwicht kunnen houden en voldoet het aan de vereisten. En het voldoet aan de vereisten wanneer dat we positief eindigen in het bruto beschikbaar resultaat en wanneer de autofinancieringsmarge op het einde van de rit positief is. Maar dat doet het elk jaar. Als we dan even naar het beschikbaar budgetair resultaat van het AGB kijken. Hierop, en voornaamste, het is een overzicht van de meerjarenplanning die aangepast is, hè, die we mee goedkeuren. Daar zoomen we in op 22 en 23, wat de veranderingen zijn. Maar het belangrijkste hier is de laatste regel in het grijs, dat eigenlijk het beschikbare budgetair resultaat al die jaren positief blijft. En dat is ook de opdracht die we moeten doen. We mogen dus niet met verlies werken. We moeten positief blijven en dat bewijst deze tabel. En wat de autofinancieringsmarge betreft, en dat is eigenlijk de proef die we nemen om te kijken of dat we de periodieke aflossingen, de aflossingen van de schulden, de leningen enzovoorts en de verbintenissen die we hebben, die we moeten terugbetalen, dat we die kunnen terugbetalen met ons exploitatieresultaat. Dus we mogen niet gaan lenen om onze leningen terug te betalen. Dat is de achtergrond. En ook dat zien we hier wat het AGB betreft, dat dat positief blijft. Als we dan even inzoomen op het beschikbaar budgetair resultaat voor 2022 voor het AGB, en kijken naar de wijzigingen tussen onze vijfde aanpassing, wat we in juni aangepast hebben, en wat dat we nu voorstellen, dan zie je dat hier eigenlijk heel weinig wijzigt in het AGB. Enkel het exploitatiesaldo vermindert met 145 euro garm. En dat betreft de uitgaven. En in de uitgaven van het AGB hebben we eigenlijk een aanpassing gehad, zowel van de kostprijzen van de energie, stook of gas en elektriciteit. En anderzijds hebben we ook een aantal besparingen op die uitgaven van energie doorgevoerd. En dat resulteert bijna in een nuloperatie. Alleen 145 euro verschil. Dat is niet zo heel veel. En als we dan naar de autofinancieringsmarge kijken, dan zien we ook dat we 145 minder hebben in exploitatie. En dat gaat dan ook af van die autofinancieringsmarge. Maar we hebben nog genoeg, bijna een miljoen autofinancieringsmarge. Dus het AGB komt daardoor niet in de problemen. Als we dan naar het volgende jaar kijken voor het AGB, dan zien we daar iets grotere verschillen. Exploitatiesaldo vermindert
met 148.000 euro. Onze ontvangsten stijgen met 18.000 euro. En dat zit vooral in de indexatie van de verhuur van de zalen. Dus we hebben de zalenverhuur, die wordt elk jaar geïndexeerd. Dat brengen we ook op deze raad. En ook de terugbetaling van het busvervoer door de scholen naar het zwembad of naar de sporthal. Ook daar zit een indexatie in die terugbetaling. Dat krijgen we dan zo terug. In de uitgaven zit dat nog veel meer, hè, want de uitgaven, het afhuren van de zalen, betalen van die bus enzovoorts, goederen en diensten, die stijgen en daar stijgen we met 166.000 euro op het einde van de rit of in de afrekening. Wat investeringen betreft hebben we ook een vermindering van de investeringsuitgaven. Dat hebben we ook besproken in de commissie. Tribune voor paletti die we eerst voorzien hadden om in 23 te vervangen, die gaan we pas in 24 vervangen. We hadden in 23 aanvankelijk ook voorzien dat we de vloer van de sporthal in de Damvoort gingen vernieuwen, maar dat hebben we intussen opgelost met een herstelling. Dus dat is in de exploitatie van het afgelopen jaar opgenomen. En ook hadden we voorzien vroeger om lifetime accommodaties in te planten in onze gemeente om de mensen aan het bewegen te zetten voor 25.000 euro. En dat hebben we nu ook geschrapt. Dan zullen we zien wat de toekomst brengt. Als er wat ruimte komt, kunnen we dat misschien terug opnemen. Maar voor dit jaar hebben we dat voorlopig geschrapt. Dus dat betekent dat in het budgetair resultaat, in het saldo voor het AGB voor 23, dat we daar 206.842 euro meer resultaat hebben doordat we die investeringen met 355.000 euro verminderen en de exploitatie met 148.000 euro neerkomt. Als we dan naar de autofinancieringsmarge kijken, dan zien we ook dat die op wijzigt. Het exploitatiesaldo, zo gezegd, 148.000 minder. Met ons exploitatiegeld kunnen we de leningen terugbetalen. Dat is ook niet zoveel in dit geval. En blijft het autofinancieringsmarge blijft die positief in 23. Maar we hebben juist gezien over de hele rit. Tot daar het AGB. Wat dat we moeten goedkeuren in het AGB, in de Raad van het Bestuur in het AGB, zijn eigenlijk de kredieten die we voorzien voor exploitatie, investeringen en financiering. En dat is zowel voor 22 de uitgaven en ontvangsten die we lichtjes aanpassen en de uitgaven en ontvangsten voor 23 die we iets meer aanpassen, maar ook niet zo heel veel. Dat is de vraag om in het AGB. We zullen zo dadelijk na het verloop even de stemming vragen over dit luik in het AGB en dan zijn we er. Als we dan over mogen gaan naar de aanpassing van het meerjarenplan en het budget 2022-2023, waar dat we op focussen voor gemeente en OCMW. Dan zien we hier ook de grote tabel waar dat we de verschillende jaren van ons meerjarenplan in oogenschouw kunnen nemen met de rekening 20 en 21. Dat zijn de reële cijfers die we gehad hebben. Het jaar 22 zijn we nog bezig. Dat zijn de ramingen. Die passen we aan. 23, 24 en 25 willen we ook aanpassen. Belangrijk in deze tabel is ook weer de onderste regel in het grijs. Het beschikbaar budgetair resultaat moet telkens positief zijn en dat doet het ook. Dus dat is positief. En op de volgende slide zien we ook dat die autofinancieringsmarge, dat die ook positief blijft. En dat is de proef of het bewijs dat we met het overschot op ons gewone rekening, de exploitatiesaldo, dus gewone inkomsten, dat we daarmee onze schulden kunnen aflossen, de periodieke aflossingen van onze leningen kunnen volbrengen. En dat blijft ook alle jaren positief. Daar zegt de wet, het moet op het einde positief zijn en dat is het zeer goed. Als we dan wat het budget betreft even inzoomen op 2022, waar dat we nog enkele aanpassingen willen doen en service 2023, dan zien we hier in het exploitatiesaldo dat we een stijging hebben van het exploitatiesaldo met 1.298.567 en dat verbetert ons exploitatiesaldo voor 2022 aanzienlijk. Het brengt ons op 2.003.000. Waar zit die stijging vooral in? Die stijging zit vooral in een stijging van de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting. Ons doorgegeven door het ministerie van Financiën plus 800.000 euro. We krijgen ook subsidies voor de opvang van Oekraïners, voor de leeflonen die we geven aan Oekraïners.
Dat zit zelfs ook in de uitgaven waar dat stijgt. Hè. We hadden niet gedacht dat dat zo lang duurt. We hebben 148, 150 Oekraïners die we opvangen in onze gemeente. Daar krijgen we dus ook subsidies voor. Dat stijgt. En in het algemeen hebben we ook een verhoging van de subsidies voor welzijn. En dat is ook om de mensen te helpen die het meest nodig hebben in deze moeilijke tijd. Dus we stijgen in onze ontvangsten met 1,9 miljoen. In de uitgaven stijgen ook 620.000 euro. Daar stijgen vooral de energieprijzen. Maar die hadden we eigenlijk al aangepast half het jaar. De uitgaven voor leefloon stijgen aan de Oekraïners en de kosten die we daarbij hebben, maar in het algemeen ook leefloon. Ik verwijs even naar Katrine, voorzitter van het bijzonder comité. Er zijn steeds meer mensen die beroep doen op ons. Ook onze subsidies stijgen. Lago bijvoorbeeld aan de bijlage aan het zwembad, waar de eerste vergoeding voor de schade die ze gehad hebben of de steun die ze gehad hebben met de corona. En nu zijn het de energiekosten die parten beginnen te spelen. Dat zijn allemaal uitgaven die stijgen, maar toch hebben we gezegd, we gaan proberen een besparing te doen, zoals we dat ook gezegd hebben, van 10% willen we op de goederen, aankoop van goederen en diensten, willen we toch een besparing van 10% inschrijven. Het investeringssaldo daalt met 6 miljoen of met 11 miljoen daalt het. We gaan van 36 miljoen euro investeringen of netto investeringssaldo naar 25 miljoen. Dat heeft vooral te maken met de uitgaven. We gaan investeringen die we voorzien hebben voor 22 gaan we niet meer klaarkrijgen. Dat zijn allemaal investeringen die doorschuiven. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de Zandstraat, waar we het regelmatig over hebben. Door alle handen procedures over de korrel in de weg. Schuift dat door, is niet erg. Het is niet zo erg, het is niet afgeschreven, het is geen afstel, wel uitstel, omdat de procedures moeten gevolgd worden of er een aantal situaties tussenkomen die we eerst moeten oplossen. Dus dat schuiven we door naar 2023 voor 17 miljoen. Is dat, en wanneer dat we die investeringen doorschuiven, betekent dat ook dat de subsidies die we krijgen voor die werken ook weer doorschuiven als inkomen zijn. Dus dat is vooral het verschil op het investeringssaldo. Wanneer we minder gaan investeren, moeten we ook minder gaan lenen. Wat we aanvankelijk voorzien hadden in de ontvangsten van het financieringssaldo, ziet u dat 27 miljoen te lenen, kunnen we daar 12,8 miljoen afdoen. En zitten we nog op een lening van, of een inkomsten van leningen van 14,7 miljoen euro. En de uitgaven zijn toch aan de uitgaven of mogen aftrekken. Dus het leningssaldo kan ook verminderen. Dat betekent dat ons beschikbaar budgetair resultaat door de verhoging van die kosten en minder leningen, dat vermindert met 454.000 euro en komt het beschikbaar budgetair resultaat op 234.000 euro. Dat is voor 2022 het resultaat van de aanpassing die we doen in deze zesde aanpassing. En dan zien we de autofinancieringsmarge. En wat de autofinancieringsmarge betreft, gaan we er weer op vooruit, omdat onze exploitatie wat beter. Dus we kunnen met meer middelen onze leningen afbetalen. En dat zien we dan in de autofinancieringsmarge. Maar het belangrijkste is dat die positieve. Als we dan verder inzoomen op 2023, dan zien we daar in het exploitatiesaldo dat het saldo ook stijgt met 384.000 euro. En dat komt omdat onze ontvangsten aanzienlijk stijgen. 4.092.931 stijgen ontvangsten. We gaan van ontvangst van 44 of bijna 45 miljoen euro naar 49 miljoen euro. En dat heeft vooral te maken, wat we juist ook al gezien hebben, maar in 2023 komt dat vooral door. En dat is een stijging van de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting voor 2 miljoen. De onroerende voorheffing 360.000 van Vlaanderen doorgekregen. We krijgen een stijging van het gemeentefonds en andere subsidies die ons helpen om door deze moeilijke tijd te komen. En wat we ook willen invoeren in 2023 is een trajectcontrole met camera's op bepaalde trajecten. Het moet allemaal nog uitgezocht en uitgevonden worden. We moeten die investeringen ook nog doen, maar we rekenen erop dat we daar toch ook via de gasvrijfboetes van degenen die snelheid overtreden, dat we daar een 540.000 euro zouden ontvangen. En dat hebben we bekeken. Vijf overtredingen per dag, 5 locaties. Dat was zo'n beetje wat men in Genk had afgekeken, volgens onze financieel directeur. Maar daar moet aan gewerkt worden. Dat moeten we nog doen. De uitgaven stijgen ook weer aanzienlijk, 3,7 miljoen. Ook daar weer de energiekost.
de kosten voor de leeflonen voor Oekraïners en andere mensen. De bijdrage voor brandweer en politie hebben we gezien. Ook dat heeft te maken met de stijging van de loonkosten. Ook Lago zien we een stijging omwille van de energiekosten. Maar we willen anderzijds ook hier een besparing van 10% op de aankoop van goederen en diensten. De gewone werkingsmiddelen zouden we toch ook een besparing willen doen. En we hebben de vorige rekeningen gezien dat we daar telkens wat over hebben. Dus dat zou in principe moeten kunnen kosten. Als we naar het investeringssaldo kijken, dan verhoogt dat niet zo veel in de saldo zelf, maar wel in de cijfers die we zien in de uitgaven. In de uitgaven zijn de investeringen die we gaan doen, en dat zijn voornamelijk de verschuivingen uit 2022. Wat we in 2022 niet doen, dat schuiven we door naar 2023 voornamelijk, maar ook 2024 zit daar nog in. Dat heeft u allemaal kunnen zien. En dan zetten we daar toch ook nog een aantal andere investeringen tegenover. En ik heb hier een lijstje van investeringen die misschien die belangrijke investeringen, dat zijn er heel wat. Maar bijvoorbeeld het park van Lille gaan we inrichten, €425.000. Wanneer de WICO campus aan het station klaar is, de bouwwerf klaar is tegen Pasen, dan willen we ook het stationsplein aanpassen aan die nieuwe schoolomgeving. We zijn bezig aan het gemeentehuis in het Kerkplein. De afbraak is gestart, maar we gaan het natuurlijk weer opbouwen. Een groot deel in 2023. Vorige gemeenteraad denk ik dat we besloten hebben om het oude voetballokaal van de S om te vormen tot een modern jeugdlokaal voor de Giro van Olhek. Controle, camera's installeren, 1 miljoen. De circulatie in de koel hebben we het ook al dikwijls over gehad. We hopen uiteindelijk de vergunning gekregen te hebben of te hebben gekregen. Het is de aanbesteding, denk ik, ook in orde. En dat gaan we nu ook uitvoeren. De circulatie, het kruispunt en de fietsenroutes enzovoorts. We willen bij Sint-Doda een oversteekplaats maken, een veilige oversteekplaats, omdat die mensen, de bewoners van Sint-Doda, veilig naar het overliggende Heesakkerpark kunnen gaan. Voor strategische gronden voorzien we altijd €300.000. En dan het onderhoud van de wegen is ook altijd belangrijk, 750. Investeringen in fietspaden vinden we ook belangrijk. Dat zijn de projecten waar we al lang over spreken. De Zandstraat, de Kollerlullenweg, de Gewestweg, Exel, Kleine Brokel, waar dat we 2 miljoen voorzien, maar die krijgen we ook aan inkomstenzijde. En ook het fietspad aan de Bosijnstraat tussen de rotonde en het kruispunt met de Heerstraat, het smalstrookje langs de spoorwegberm, willen we ook aanpakken. Maar dan moeten we ook, denk ik, de riolering voor een stuk aanpakken. En dat willen we verder ook doen, en studies voor de riolering aanpakken op het fabriek, op Nolinpark en op Bosijn. En dat zit er ook in dat we de rioleringen daar gaan kijken wat dat we moeten doen. Nog fietspaden. Plannen is het Kopenhagenplan van de Vlaamse regering, waar we extra subsidie krijgen om fietspaden te verbeteren, te vernieuwen. En daar hebben we een aantal fietspaden in die vooral in de toeristische sfeer of stukken zitten, die we willen aanpakken met subsidie van de Vlaamse overheid voor in totaal 1 miljoen. En dat kunnen we combineren met de subsidie die de provincie heeft voor toeristische fietspaden. Andere fietspaden kunnen we hierin insteken, omdat er geen cumulatie mag met andere Vlaamse subsidies. Tot daar, denk ik, de belangrijkste investeringen die we willen doen. Dus een heel pak investeringen weer, naast hetgeen dat we allemaal bezig zijn. Dus de gemeente is volop aan het werk, uitbouwen van een gemeente. De inkomsten die stijgen ook. Samen met de investeringen die we doorschrijven, krijgen we ook weer de subsidies. Ik heb juist gezegd, fietspaden krijgen zeer veel subsidies voor. Rioleringswerken krijgen we ook subsidies. In Nolim-Oost, waar dat we de gronden, gemeentelijke gronden en die van Nolenpark mogelijk kunnen verkopen aan de LRM voor de bouw van de Campus Noord, hebben we ingeschreven. En ook, dat zijn vooral de inkomsten aan de investeringssaldo die gepaard lopen met investeringen. En dan voorzien we in het financieringssaldo de opname van leningen. We hadden 13,6 staan, min een half miljoen, 13,1 miljoen. Uitgaven 1,7 miljoen die we daarvan moeten. Dus zitten we met een beschikbaar budgetair resultaat van €233.000. Dat vermindert iets ook weer door de vermindering van de leningen. Maar dat kunnen we ons permitteren gezien het positieve resultaat. En dan denk ik dat we overgaan naar de autofinancieringsmarge voor 2023. Dus daar zien we dat de autofinancieringsmarge positief blijft, iets verbeterd zelfs. En dat heeft te maken met die lichte verbetering van het exploitatiesaldo.
En dan hebben we voor gemeente en OCMW de kredieten. En want formeel moeten we de kredieten goedkeuren hier in de gemeenteraad. De exploitatiekredieten, de investeringskredieten en de financieringskredieten telkens voor uitgaven en opvangsten van 20, respectievelijk 22 en 23. En dat ziet u hier. En als we goedkeuren, dan kunnen we gezamenlijk weer verder werken in onze gemeente in 2023 met de aanpassing, de afwerking van 2023. 22, en zo kunnen we onze gemeente weer verder uitbouwen. Tot daar het overzicht in vogelvlucht. Ik ben niet in detail gegaan, want daar hebben we in de commissie gehad. Maar de voornaamste evoluties en de voornaamste wijzigingen zitten in deze tabellen. Even besproken. Tot daar, voorzitter, een algemene toelichting over het globaal. Ik denk dat we kunnen overgaan nu tot de bespreking globaal. En dat we nadien formeel, denk ik, voor het aangebieden moeten goedkeuren. Budget. Linda. In deze set staat de passing aangehaald. Ook natuurlijk een leerlingsproject in de school van 2024 naar 2022 was voor de voorgaande banen aangehaald. Maar we zien ook dat een aantal projecten worden verschoven naar 2024 nog niet zo erg, maar vooral naar 2025 en 2026. En ik haal er enkele belangrijke uit, bijvoorbeeld de renovatie van het buurthuis Damzijde. Dat zou pas 2025 zijn. Klerkshoevestraat en Nieuwstraat naar 2526. Aanlegweg en fietspaddenkorrelweg heeft u aangehaald, zal 2024 zijn. En de Hamonterweg ook 2024. Maar bijvoorbeeld ook de aanleg van de fietspaden in de Houtmolenstraat, Fabriekstraat en de straten daar rond zou ook verschoven worden naar 2025-2026. Nu, wetende dat in oktober 2024 de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden, denken wij dat er van deze projecten nog weinig kan uitgevoerd worden. Dus wij vinden het eigenlijk jammer dat vooral wat de fietspaden betreft, het zijn trouwens allemaal projecten die ook beloofd zijn bij het begin van deze legislatuur, dat die zou uitvoeren. En nu zien we dat die eigenlijk worden verschoven naar 2025-2026. En wanneer er misschien een nieuwe coalitie komt, je weet het nooit, zou die dan nog uitgevoerd kunnen worden. Dus dat vinden we jammer, dat vooral de fietspaden eigenlijk naar 2025-2026 zijn verschoven. Dan heb ik een paar dingen die opvallen. Bijvoorbeeld de subsidie van de Wereldwinkel is geschrapt. En de reden stond daarbij, de werking van de Wereldwinkel stopt in 2022. Nu, toch blijft de huur van de Wereldwinkel, die blijft wel in het budget staan voor de volgende jaren. Dus graag daar wat meer uitleg over. Dan de vervanging van de veegwagen. Er was een budget voorzien van €180.000 en nu opeens wordt dat verhoogd met €225.000. Dus dat wordt een nieuw budget van €405.000, wat wij wel een heel hoog bedrag vinden voor een nieuwe veegwagen. Dus ook daar hadden we graag iets meer uitleg over gehad. Dan de renovatie van de Willem Brordeskapel. Die wordt volledig geschrapt. Dat vinden we eigenlijk jammer, omdat hiervoor al een Vlaamse subsidie voorzien was van €100.000. Dus onze vraag is waarom... is dat kunnen doorgaan. En dan het grootste punt, de trajectcontrole. Een nieuwe investering in 2023 van €1 miljoen. We zien in 2024 komt er nog eens een extra personeelskost bij van €150.000 voor die trajectcontrole. En u heeft het aangehaald, er is nog niet veel, want dat was onze vraag eigenlijk. Welke is de stand van zaken in dit dossier? Waar komen die trajectcontroles? En het is eigenlijk een dossier dat nog niet in de verkeerscommissie is geweest. Nee. Dat nog niet op de gemeenteraad is geweest. Dus dat moet hier nog besproken worden en goedgekeurd worden op de gemeenteraad. Daarna kan er eigenlijk pas een aanbesteding volgen met uitvoering van de werken. Dus waarschijnlijk zullen deze trajectcontroles ten vroegste operationeel zijn voor of misschien na de grote vakantie. En toch voorziet het college al een ontvangst aan boetes voor 2023 van €540.000. Dus... dat is ergens iets, ja, als je zegt van oké, we kunnen in 2023 in het begin van het jaar ermee beginnen, dan tot daartoe. Maar als al die werken nog moeten uitgevoerd worden en heel die procedure nog moet gevolgd worden van verkeerscommissie, gemeenteraad en verder, dan denken wij dat wij in 2023 geen €540.000 boetes meer kunnen innen. We zien dan ook dat voor de jaren 2024 en 2025 ook telkens aan inkomsten een bedrag van €540.000 aan boetes wordt. Wij hopen dat de mensen
slimmer zullen zijn en dat zij, als ze één keer een boete hebben gehad, dat ze dan toch zullen uitkijken en waarschijnlijk zal dan toch dat bedrag... Allez, volgens mij is het een bedrag dat eigenlijk een beetje overdreven is. Nu, wij stellen ons daar grote vragen bij, want voor ons is het eigenlijk een verdoken belastingverhoging. Wat bedoel je hier eigenlijk mee? Onder het mom van verkeersveiligheid, hè? We moeten allemaal minder hard rijden, dus onder het mom eigenlijk van verkeersveiligheid wordt er hier een nieuwe en een vrij hoge belasting gecreëerd, als het waar zou zijn dat men ieder jaar daar een 540.000 euro van gaat innen. Hè? Dus hier hadden we ook graag wat meer uitleg bij gehad, vooral bij de stand van zaken van dit dossier. Misschien moet dan eerst alle vragen te verzamelen. Dan gaan we dan het gesprek met de boeken. Ja, dus de aanpassingen van het meerjarenplan laten elke keer zien welke vooruitzichten op schema zitten en welke vertragingen oplopen. Dus het meerjarenplan 2025 is aan zijn zesde wijziging toe. We zitten al een stuk voorbij de helft van de legislatuur. Maar wat vooral opvalt is dat de investeringsuitgaven naar de volgende jaren worden verschoven. Dus helemaal eens met Linda. Vele werken lopen vertragingen op of worden niet uitgevoerd. Ik kreeg ook al verschillende malen te horen dat de coronacrisis en de vluchtelingenstroom uit de Oekraïne zwaar weegt op de draagkracht van de gemeente. We onderkennen niet dat dit weegt op de werking van de gemeente, maar we zien anderzijds veel subsidies van de verschillende overheden naar onze gemeente komen om deze kosten te compenseren. Volgens ons houden die uitgaven en inkomsten vrij in evenwicht. Anderzijds zien we dat er ook vele initiatieven van de Vlaamse regering, zoals bijvoorbeeld het Kopenhagenplan, de gemeente de mogelijkheid geven om nieuwe projecten uit te voeren met een minimum aan eigen inbreng. Deze investering smukken wel de meerjarenplan op. Maar de eigen projecten waar de gemeente zelf voor verantwoordelijk is, krijgen meer en meer vertraging. Bovendien vallen ze meestal ook een heel stuk duurder uit dan initieel voorzien. We maken ons zorgen over de financiële schulden, leningen van de gemeente. Die gaan van nul in het begin van de legislatuur naar bijna 34 miljoen euro volgend jaar. Vanaf 2025 betalen we jaarlijks meer dan 1 miljoen euro om deze leningen terug te betalen. Geld dat moet dienen voor de verbouwing van twee gemeentehuizen en de vernieuwing van het Marktplein. Dat is een hele grote hap uit het budget. En door de onzekere toekomst dreigt die nog groter te worden. We schuiven de lasten door naar de volgende generatie, die dan veel minder ter beschikking hebben om hun eigen beleid te realiseren. Investeren in de toekomst, wordt ons gezegd. Maar in hoeverre deze investeringen ook gaan renderen voor de gewone paaltenaar, hoe hij dat gaat voelen in zijn portemonnee, dat wordt bang afwachten. Het niet invullen van de vrijgekomen negende schepenpost is een gemiste kans om de bestuurkost van de gemeente te verminderen. Buiten een significante besparing was het ook een signaal naar de bevolking geweest dat niet alleen zij, maar ook het bestuur moet bezuinigen in zijn dagelijkse werking. Dus omwille van hoge vermelde punten gaan we de aanpassing 6 niet goedkeuren. Ja, ja. We hebben hier ook nog twee bedenkingen bij en een paar vragen. Die bedenking, we delen die bedenking van Linda in verband met het verschuiven van die investeringen in de fietspaden natuurlijk volledig. In 2023, er is net al even naar verwezen, zal de gemeente 1.675.000 euro bijdragen aan de donderslag. Dat is nog eens 50.000 euro meer dan in 2022. De energieprijzen zitten er natuurlijk voor iets tussen. En we hadden een paar zittingen geleden al over mogelijke energiebesparing in het zwembad. We kunnen alleen maar hopen dat het bestuur daar laag achter de veren zit om daar snel werk van te maken. Natuurlijk, hè. Dan dezelfde vraag als Linda in verband met de trajectcontroles. Een hele investering, heel hoge inkomsten die daaruit voorzien worden. Maar ja, waar gaat het concreet gebeuren? En op de commissie is de plaats van de Breugelweg genoemd. Hè? Maar ligt dat nu al vast of nog niet? Dus daar hadden we graag wat meer over gehoord. Het park van Lille heeft u net vermeld. Bij de investeringsontvangsten, daar lezen we dat de gemeente volgend jaar voorziet om 2,25 miljoen of voor 2,25 miljoen strategische gronden te verkopen. En de gronden in de Nachtegaalstraat en de Ploegstraat. Bij die gronden in de Nachtegaalstraat vragen we ons af wat de plannen daarvoor zijn. Heeft dat te maken met de bouw van een mogelijk woonzorgcentrum op Bosnien, waar dat ooit sprake is van geweest in het verleden?
Dus dat zijn concrete vragen bij. En ja, in verband met de Willy Broederskapel, en Linda merkte het net ook al op, die budgetten zijn, voor zover we zien, volledig geschrapt. Is dat plan dan voor deze legislatuur, voor die renovatie, dan ook effectief volledig van de baan? Want ja, dat zal wel een hele jammer zijn. Dus de subsidie is daar uitgehaald en ook de investering is er uitgehaald. Ja. Met toelaten. Lang genoeg in. De werkingsbijdrage, posities van de brandweerzorg, stijgen respectief met 632.402.000 euro. Dit zijn dit ook personeelskosten bijkomende de industrie. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, we kunnen daar niet over doen en zeggen ja, wat we binnenkrijgen of wat we uitgeven, krijgen we ook terug binnen. Het is onze morele plicht van die mensen die in nood zitten te ondersteunen. En daarvoor hebben we ook de nodige middelen nodig. Als de werking van de ontslag terecht, denk dat het bestuur ook wil dat alles zo goedkoop mogelijk is. En in energieprijzen zal zakken. Maar het geeft nu op dit moment een meerprijs van 310.000 euro per jaar. De kost die er is. Meneer Sutter zegt dat er niks meer met corona te maken heeft. Het is samen met de energieprijzen een gevolg van. Jullie zeggen dat we geen investeringen doen of veel investeringen uitstellen. Er worden investeringen uitgesteld, maar vergeet toch niet dat, een burgemeester heeft dat juist gezegd, we voor 25 miljoen investeringen doen en daarvoor ook nog 14 miljoen moeten lenen om dit te kunnen doen. We proberen, en daar ga ik dan heel snel over gaan, zorgzaam te blijven, duurzaam, ook wat de fietspaden, natuur, nieuwbouwprojecten. Als we een nieuw gemeentehuis aan het zetten zijn, bepaald, moet dat ook duurzaam zijn. Dat heeft ook zijn prijs buiten de bouwmaterialen. Blijven actief ook voor sportclubs en anderen die ondersteund worden met renovaties van diverse sportterreinen enzovoort. Juist al gezegd, de dienstbaarheid, gemeentehuis en kerkplein, wat een open huis zal worden. We blijven de plaatselijke verenigingen en organisaties die het moeilijk hebben in deze tijden ondersteunen, daar waar nodig. De burgemeester heeft juist al gezegd dat we kunnen zien op de tabellen dat de financiering klopt. Ik wil toch nog even terugkomen naar de fusie en zeggen dat we elke dag hier in dit huis er werk geleverd wordt aan die fusie en dat we merken dat die schaalvergroting werkt en dat het ten goede komt aan alle inwoners van Pelt. Daarbij willen we klantvriendelijk zijn en ook efficiënter werken. We willen de betrokkenheid hebben van alle Peltse inwoners en alle verenigingen. We hebben daarvoor middelen nodig. Die zijn nu aan het bespreken en hopelijk kunnen ze zelfs goedkeuren. Zullen we eindigen? Dan krijg ik zelfs de kans niet meer voor. Dank aan al onze medewerkers, alle medewerkers en alle diensten, iedereen. 400 mensen die hier werken.
Niemand kon een jaar geleden voorspellen dat we in zo'n turbulente tijden zouden leven als dat we nu doen. Na de ergste coronajaren is nu de oorlog op Europees vasteland. Met gevolgen voor iedereen. Heel veel van onze inwoners hebben daar problemen mee. En ook wij als veld, als gemeenschap, dragen daar gevolgen van. Het is misschien maar vroeg, maar ik doe het nu toch. Ik wens iedereen, de collega's uit de gemeenteraad en al onze inwoners een gezond 2023 toe. Ik hoop dat de vrede de bovenhand mag halen. En zoals ik eerder deze week in een interview met een bekende psychiater las, dat er meer menselijke nabijheid mag zijn. En ik hoop dat we hier allemaal samen kunnen meewerken. Dank. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou daar nog heel graag heel kort op inpikken en op willen aansluiten bij hetgeen Stijn zegt. Ik denk dat wij vandaag, zoals Frank zei, worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Uitdagingen die we ook van tevoren, die niemand van ons hier rond de tafel had kunnen indenken. Om twee hot topics uit te halen, energie, om als eerste te noemen, denk ik dat onze aanpak hier ook wordt beloond. Door het is naar onze gemeentelijke infrastructuur te kijken, onze gebouwen, en daar vooral de duurzaamheid in het vaandel te dragen. Ik denk dat we hier allemaal in een mooi vernieuwd gebouw zitten en ik denk dat we aan de andere kant van nog eens gaan kijken of gaan krijgen waar de energiecrisis zich minder laat voelen dan wat het anders had kunnen zijn. En ook wat de personeelskost betreft. Het personeel kost ons een pak meer dan hadden durven denk door de verschillende indexsprongen. Daar wil ik ook aansluiten bij de dank naar het personeel om een dag in dag uit als wij het in de jaren van op kunnen uitvoeren. Daar tegen bij de nering kunnen zetten en vooruit kunnen werken. En ik denk ook dat we het personeel dag in dag soigneren. En ik hoop ook dat we dat zeker elke dag doen, onder meer door te investeren in deze mooie nieuwe werkplaats en dergelijke meer, maar ook de technische dienst die recent vernieuwd werd. En daarnaast, zoals vele bedrijven ook vandaag de dag, is het belangrijk dat wij als gemeente ook blijven investeren. Blijven investeren in vandaag, in morgen en in alles wat komen gaat. Ik heb net het gemeentehuis al genoemd. We krijgen aan de andere kant van de Dommel een gemeenschapshuis, waar wij ook later deze legislatuur nog onze intrek zullen nemen. Belangrijk is ook dat van die moeilijkheden, dat de inwoner daar niets van heeft moeten voelen op gemeentelijk vlak. Wij zorgen ervoor dat de belastingen niet stijgen en dat er ook geen nieuwe belastingen komen. En ik wil daar Linda toch wel tegenspreken. De trajectcontrole wordt daar genoemd als nieuwe verdogen belasting. Ik wil dat toch tegenspreken. Ik denk het recht om belasting betalen, in het Romeinse Rijk was het een recht om belasting te betalen. Dat is een recht dat geldt voor een ieder. Of een plicht tegenwoordig, maar het geldt wel voor een ieder. En een trajectcontrole, het is een hele investering en eerlijk gezegd hoop ik dat er geen inkomsten tegenover staan. Het is een plicht voor iedereen om netjes de snelheid te volgen, zoveel als mogelijk. En ik denk als we de verkeersveiligheid hoog in het vaandel dragen, dan kan daar best geen enkele inkomsten tegenover staan. En ik denk dan dat het ook belangrijk is. Vandaag de dag wordt er ook te veel, wordt er ook te snel gereden, worden er ook inbreuken gemaakt. Daarop op ons grondgebied. Maar elke euro die daarvoor wordt betaald en waar wij als Pelt wel de lasten van voelen vandaag, vlak van verkeersveiligheid, die gaan naar Brussel. Daar hebben wij 0 euro van. Ik denk dat we daar ook de lusten en de lasten kunnen koppelen door hier te gaan investeren in het rijcontrole. Dus daar wil ik wel die nieuwe hoge belasting tegenspreken. Tot slot wil ik benadrukken dat het belangrijk is om te blijven investeren. En dat is ook wat wij gaan doen. We blijven investeren in onze jeugd, in fietsen, in mobiliteit, in onze dorpen, in onze zorgzame buurten, in sport, cultuur en in infrastructuur.
Kortom, wij blijven investeren in de Peltenaar. En ik wens mij aan te sluiten bij Stijn en jullie alvast de prettige eindejaarsfeest. Dank u wel. Het eindejaarsfeest, maar toch het nu even afmaken. En heel goed, de opmerkingen en de vragen die komen natuurlijk. Hè, en ik krijg het antwoord ook heel graag op. Hè, wat inderdaad ontvallend is, dat zijn een aantal weg die doorschuiven. Je hebt een aantal opgenoemd hè, en daar is ook wel een reden voor. Ik ben van zijde, hadden we voorzien om dat aan te pakken. En ik denk ook als we alle vervoerder bijvoorbeeld de kunstgrashockeyterrein. Daar wilden we een ruimtelijk uitvoeringsplan maken, hè, om dat allemaal goed ook ruimtelijk te regelen. Daar hebben we eigenlijk van de Vlaamse overheid, maar ook van Infrabel en NBF, de vraag gekregen. Oh, wij zijn ook bezig met het onderzoek naar een tracé van de fameuze omleidingsweg. Hè, en we gaan geen voorafname doen door nu een ruimtelijk uitvoeringsplan te maken, waar dat je eventueel een uitbreiding van een tweede spoor dat er moet komen, of de aanleg van die nieuwe omleidingsweg die aan de ene of andere kant moet komen. Dus hebben ze gevraagd, wacht daar even mee. Dus wachten we daarmee en dan zien we hoe de investeringen in het terrein ook uitgesteld. Wat de kleine zoekenstraat betreft, is dat al lang een wens om dat te doen. Eén, dat is een van de oudste straten nog in de Neerpelt Centrum, hè, daar moet de riolering vervangen worden en er loopt een grote strijd van de riolering die een deel van het bos eind afwatert. Hè. We zijn bezig, een studie zit er nu in om te kijken hoe gaan we de waterproblematiek in het bos eind aanpakken, hè, met veel infiltratie, ook de nieuwe ideeën daarvoor. En de Klerkshoevestraat hangt daar een stuk aan vast. Twee, er staat een belangrijk bouwproject op til, dat hebben we het hier ook al gehad, aan het kanaal, hè, waar dat men bijkomende appartementen wil bouwen. Dat zit nog in procedure nu, dus de vraag is wanneer komt er daarvan? Twee, waar dat we het ook over gehad hebben, is de sanering van de oude gemeentewerven neer dat die moet gebeuren en waar dat heel veel grond moet afgegraven worden. Dan hebben we gezegd, ja, het zou toch een beetje sneu zijn als we nu die Klerkshoevestraat gaan inrichten en waarschijnlijk inrichten moet ook nog op de verkeerscommissie komen waarschijnlijk en nog nagedacht als een eenrichtingsstraat met meer ruimte voor de zwakke weggebruikers. Het zou sneu zijn als we dat nu gaan doen, en volgend jaar moeten we daar maar heel zware vrachten door, ofwel van die bouwwerk, ofwel van de gemeentewerf. Dus wachten we, het een komt altijd naar het ander en we proberen daar verstandig mee om te gaan. Hetzelfde een beetje voor de fietspaden, houtmolen en fabriekstraat. We hebben inderdaad in ons meerjarenplan bij aanvang gezegd, we willen heel wat fietspaden. Vooral op de verbindingswegen willen we veilige fietspaden. En dat is zeker zo voor de fabriekstraat en de houtmolenstraat. Hè, want er zijn al verschrikkelijke accidenten gebeurd de afgelopen jaren. Dus dat willen we zeker doen. Wat de fabriekstraat betreft, zitten we met AWV, Administratie Wegen en Verkeer Vlaanderen, te kijken om dat afrittencomplex onder de brug aan te pakken. We willen een doorsteek te maken naar Lolinpark. Twee, ook daar is een belangrijk element de riolering die onder die weg zit en onder dat fietspad zou zitten. En ook daar zitten we natuurlijk met de hele afwatering of een stuk van de afwatering van Molenpark wat we willen onderzoeken. Dat eigenlijk moet afwateren naar de Fabriekstraat richting Dommel, richting Overstort in Dommel. Dus dat hangt eigenlijk allemaal wat elkaar vast. En ja, goed, verstandig investeren betekent natuurlijk dat we het een aan het ander pakken. Hè. Dat we niet zeggen, we gaan een schoon breed fietspad aanleggen en twee jaar later moet het weer opdrangen omdat de riolering moet vernietigd worden. Dus dat hangt eigenlijk allemaal aan elkaar. Wat de subsidie voor de Wereldwinkel betreft, de subsidie voor de Wereldwinkel was een subsidie aan de Wereldwinkel in Neerpelt om een huur te betalen. Die stopt, die Wereldwinkel. In Overpelt blijft die, maar daar huurt de gemeente voor de Wereldwinkel in Overpelt. De veegwagen is ook duurder geworden, maar we zouden willen voorstellen, en dat komt dan hier ook nog, om een elektrische veegwagen te kopen. Dat is milieuvriendelijker, twee geluidsvriendelijker. En een elektrische veegwagen, ja, kost een stuk duurder, want er zit heel wat kracht achter, hè, zuigkracht en wat is het allemaal. Dus dat kost wat meer, maar als we een elektrische zouden kunnen gebruiken, we willen ook meer winkelwandelstraten, alleen meer autoluwe centra hebben, waar meer comfort is voor de zwakke gebruiker, ook als we die willen poetsen. Ja, dan willen we daar misschien ook met een aangepast toestel, een elektrisch toestel, wat ook in de toekomst meer zou kunnen uitsparen. Wat de renovatie van de Willy Bronskapel betreft, moet ik ook vragen van Niels even. Niels, ja, de Willy Bronskapel is, ik denk, het oudste gebedshuis van Neerpelt, gaat terug tot de 8e eeuw. Ook een van de oudste kapellen in Limburg. We hebben daar een traject gestart in de tijd vorige legislatuur nog met enkele buren en verenigingen. Dat is dan tijdelijk op hol gesteld. Even met de nieuwe opdrachtgevers. Maar we zijn er eigenlijk nog niet uit waar we daar als toekomst die invulling willen hebben. Momenteel is het daar het museum van de Heemkundige Kring van Neerpelt Centrum.
ja, we hebben eigenlijk ook gekeken, ja, is het haalbaar om dat nog te renoveren, restaureren en verder bestemmen de volgende 2 jaar? En dat leek ons niet echt realistisch, omdat we het verzetten met buiten deze legislatuur. Maar het idee blijft wel om dat met de buurt, met de verenigingen samen te zitten. Ja, goed. Het heeft ook geen zin om dat te renoveren en te restaureren voordat we niet weten wat er eigenlijk gaat komen. Plus, er moet ook een alternatief hebben voor onze het museum van ons heen kunnen gekregen. Ik denk dat we het hier al eens een keer besproken hebben, hè, rond het Erfgoed Depot, museum, heen kunnen gekregen en dergelijke. Dus dat hangt eigenlijk allemaal aan elkaar. Dus daarom dat dat uit deze legislatuur gekomen is. Zowel de investeringen als de subsidies. Ik denk subsidie was ongeveer 80% daarvan, dus dat schuift samen op. Dan wat de trajectcontrole betreft, ja, dat is misschien optimistisch bekeken. Als we ermee willen beginnen dit jaar of komend jaar, ja, dan moeten we ook ergens een aanzet geven in ons budget ook, hè, want anders dan blijft er ook wat in het luchtledige praten. Dan moeten we kunnen gaan spreken met waarschijnlijk Slim, hè, de organisatie in Limburg die dat voor ons kan oppakken. Dan moeten we ook eens gaan kijken, allee, daar verder mee gaan met specialisten. En daarmee hebben we dat vraag erin geschreven en de opbrengst erin geschreven. En zegt, we hopen dat dat een belasting is die niks opbrengt. Hè. We krijgen eigenlijk heel veel vragen, opmerkingen van buurten die zeggen er in onze straat wordt te snel gereden. Leg een verkeersheuvel, maar niet voor mijn deur. Bijvoorbeeld, doe een wegversmalling, maar liefst niet thuis of daar. Alleen er zijn heel veel discussies. Iedereen ergert zich aan het hardrijden in de woonstraten. Want het gaat hier eigenlijk, de gemeente is bevoegd om gasboetes te heffen. Gas 5 noemt het, dat moeten we dan ook nog aanpassen in het reglement. Voor de snelheidsbeperkingen te meten of te beboeten van 30 km per uur en 50 km per uur. Dat is in de bebouwde kommen. En dan moet je natuurlijk een goed traject kunnen vinden, maar niet te veel zijwegen, want dan moet je niet controleren. Dus dat moet slim doordacht worden. Hè. En dat zullen we verder doen, ook besproken op het politiecollege van morgen. Dus dat aan een dag wil de collega's willen er eigenlijk ook aan denken, omdat ze dat ook ervaren, dat er veel te hard gereden wordt of dat er veel te veel klachten komen. En je kunt niet overal de politieagent bijzetten, want die loonkost is nog hoger. Allee, dat zien we dat ook. En als er de techniek is tegenwoordig om daarmee het domme politiewerk uit te sparen, alleen achter een kastje gaan zitten en snelheid te meten. Als daar moderne technieken zijn, ja, dan kunnen we dat doen. En we merken in andere gemeenten die dat al gaan, alleen we zijn een mos voor een beetje in het denken halen, ja, dat het wel helpt, maar dat het niet zomaar weggevaagd is. En dat zal toch wel een tijdje duren. Misschien zijn we daar wat te optimistisch in. Misschien ook, gelijk gezegd, en Frank heeft gezegd ook en de anderen ook, dat we de investeringen doorschuiven. En ik heb juist de technische reden gegeven. Ja, het klopt, in 2024 zijn er terug verkiezingen en in 2025 kan er een andere meerderheid, een andere bestuurscoalitie aan de macht zijn. Dat kan. Maar goed, dan zijn er toch een aantal dossiers voorbereid. En ik denk dat er weinig mensen rond deze tafel, als het andere moeten overpakken, tegen de fietspaden zijn, tegen veiligheid zijn, tegen een goed watersysteem, waterhuishouding. Dus als we die dossiers kunnen voorbereiden, dan kunnen we dat doen. We zijn trouwens volgens de BBC ook verplicht om steeds 3 jaar verder te kijken. Dus naar het einde van de legislatuur, in 23 zullen we tot 26 en 24 tot 27 moeten gaan om in die BBC te werken. Optimistisch misschien, maar goed, liever optimistisch als niks voorbereiden daartoe. Dan denk ik dat ik bij Frank zijn punten kom. Alleen investeringsuitgaven denk ik dat ik gezegd heb. En het klopt inderdaad. Hè. We hebben van vooral de Vlaamse overheid en ook van de federale overheid voor de coronacrisis eigenlijk ruimschoots subsidies gekregen om onze extra kosten te dekken. Ook voor de Oekraïne-crisis, de opvang, de huurkosten, een extra personeelslid om dat te begeleiden. Eigenlijk is dat eigenlijk heel goed geregeld vanuit Vlaanderen. En zijn we daar als gemeente ook volle bak op ingespeeld. Daarmee zitten we een van de hoogste relatief gezien van de gemeenten die de opvang doen. Dus die uitgaven zijn in evenwicht. Maar wat ik wel bedoel is natuurlijk dat het wel uw organisatie wat een beetje ontwrift. Van vandaag op morgen komt het. En zeker bij de corona, die zo onbekend was. Het was elke dag wel iets anders waar dat we op moesten inspelen en elke keer schakelen. En de normale werking, alleen de normale omgang was niet mogelijk. En dat was ook zo niet met de Oekraïne, valt dat eigenlijk goed mee. Het Kopenhagenplan is heel goed, maar dat komt er ook tussendoor gefietst. Hè. Dat beslist de Vlaamse overheid heel goed. Hè. En als we allemaal kunnen fietsen gelijk in Kopenhagen, een geweldige stad, dan willen we dat zeker mee ondersteunen. Maar de Vlaamse regering beslist dat, stellen veel subsidies ervoor en ze zeggen op 1 maart of 1 april
binnen de 3 maanden volgend jaar moet uw dossiers klaar zijn, moet je ze indienen, wilt je subsidie hebben. Ja, dan komt dat hier binnen op onze dienstplanning en projecten en zeggen wij, begint er maar aan, want we kunnen die subsidies niet laten liggen. Dat is een geweldig plan van Vlaanderen. Maar al het andere werk, ons eigen werk, wordt dan weer aan de kant geschoven. Maar, en zo is het altijd wel iets natuurlijk. Maar wat wij willen doen voor onze gemeente is zoveel mogelijk subsidies van bovenaf naar hier halen en onze gemeente zo goed mogelijk uitrusten, hè, gebruik maken van de gelegenheid die de overheid ons biedt. En ik denk dat we daar goed mee bezig zijn, maar daar lopen inderdaad ons eigen projecten soms wel vertraging op. Of moeten we onze eigen projecten een andere prioriteit geven, of moeten we dus dat aanpassen zodat ze kunnen ingeschakeld in dat probleem. En we gaan inderdaad lenen, de leningen lopen op om deze investeringen te doen. Maar ik denk dat dat ook een goed huisvader is. Hè. Jonge mensen die gaan bouwen, lenen ook om een heel leven in een huis te kunnen wonen waarvoor ze geen huur moeten betalen. Ja, wij doen dat voor een stuk ook. En we hebben dit gemeentehuis helemaal vernieuwd. En ik hoop dat we daar 30 jaar mee door kunnen. Het is energiezuinig. Moet het, hè. We hebben de chauffage zelfs wel lager kunnen zetten. Het is nog werkzaam. Als we in Neerpelt bezig zijn met het oude gemeentehuis wat ze nu aan het afbreken zijn, dat is compleet energie-neutraal. Dat kan met geothermie en luchtwarmte-thermie werken. Ja, als we dat doen, dan sparen we ons energiekosten voor de toekomst uit. En dan denk ik dat we 2 jaar geleden, als we met die plannen begonnen, een goede beslissing genomen hebben, als je nu de prijzen ziet. Dus het is eigenlijk, wat heeft de Peltenaar eraan? De Peltenaar heeft eraan dat hij goede infrastructuur heeft, met een goede dienstverlening, optimaal, up-to-date. En 2, dat de kosten voor de toekomst door veel mogelijk beperkt worden. Allee, dat was een filosofie. We gaan het aantal gemeentelijke gebouwen beperken, maar we gaan ze wel moderniseren, zodat ze in de toekomst minder kosten en duurzaam zijn. En dan denken we dat we daarvoor kunnen lenen, want anders moeten we huren en dan zet je het geld ook bij, dus beter daar lenen. En voor die investeringen kunnen we de lasten voor een stuk wel naar de toekomst brengen. Dus we denken zeker dat de gewone Peltenaar daar iets aan heeft. En dan denk ik dat ik uw vragen beantwoord heb. Voor Hans, ja, ook weer verschuiven van de investeringen. Ik denk dat ik dat gezegd heb, hè, dat loopt. En ja, dat zijn altijd vertragingen die gebeuren. Maar goed, we spelen daarop in en we proberen dat op te lossen in het belang van de gemeente. De bijdrage aan Dommelslag stijgt. En we hebben inderdaad met het bestuur van Lago, hè, die de uitbater is van Dommelhof, en dat we een samenwerkingsverband hebben, die we beroep doen op ons als er moet geïnvesteerd worden. Hè, want uiteindelijk betalen we dat toch op een of andere manier. Zijn we inderdaad bezig en hebben goedkeuring gegeven dat zij een studie gaan doen om te kijken of dat diepte, maar dan hele diepte geothermie mogelijk zou zijn. Dat doen ze samen met het VITO, die hier in de regio ook al proeven gedaan heeft. En dat zou tot 1 kilometer diep zijn, 1,2 kilometer diep zijn, maar dat ze warm water kunnen naar boven halen en daarmee eigenlijk een heel accommodatie zouden kunnen verwarmen. En niet alleen een eigen accommodatie, maar mogelijk ook, hè, want dat zit ook in dit plan, om eventueel samen met Wico een sporthal te bouwen in de buurt van het zwembad, dan zouden we dat ook kunnen doen. Alleen daar hebben we alleszins opdracht voor gegeven, want het is een, ja, dweilen met de kraan open, bij wijze van spreken, of een zwembad dat lek is bijna. Hè. Als die prijzen hoog blijven, daar wordt enorm veel geïnvesteerd. We hebben gezien dat bepaalde gemeenten hun zwembad sluiten, hè, gedurende 2 maanden in de winter. Dat is hier ook overwogen. Maar we hebben gezegd, ja, dat gaan we eigenlijk, of samen met Lago, gezegd, kijk, dat kunnen we weinig doen, want dan hebben we daar ook geen inkomsten van. De meeste inkomsten komen eigenlijk van het recreatiebad en van de horeca die daar rond is. Daar hebben ze het meeste inkomen van. Ja, en als je dat sluit, dan haalt je die inkomsten weg. Wat is het duurste eigenlijk? Het duurste is het sportbad, hè, voor de scholen, waar dat we de kinderen leren zwemmen, waar dat de mensen sport zwemmen, clubs gaan zwemmen, waar dat de mensen baantjes kunnen zwemmen. Dat is het duurste. En dat zou je, ja, misschien dan kunnen sluiten. Maar dat heeft, allez, in dat opzicht, we hebben heel dat kaartje gemaakt en gezegd, kijk, dat willen we eigenlijk niet doen. Wat wij heel belangrijk vinden, en je kunt u de vraag stellen, hadden we dat zwembad moeten doen en moeten we dat zwembad hebben en moeten we daaraan bijdragen? Wij vinden het nog altijd heel belangrijk dat onze kinderen en anderen, maar vooral kinderen ook, dat ze leren zwemmen. We vinden dat een basisbehoefte en dat mag als gemeente wat kosten. Dus dat vinden we wel belangrijk. En we kijken inderdaad met Lago, want het is het eerste zwembad in hun groep, oudste. En zij zijn inderdaad bereid om hier ook als eerste en als pilootproject voor Vlaanderen een duurzame oplossing te zoeken naar verwarming. En allez, ik hoop dat we daarin in kunnen slagen en dat dat naar de toekomst toe is. Wat de gronden in de Nachtegaalstraat en nog betreft, ja, dat zijn nog woongebieden in de afbakeningsplan.
plan van kleinstedelijke gebieden, provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, is een deel van bos en derheide voorzien dat mag ontwikkeld worden als woongebied. Dan zijn we aan het kijken naar sociale huisvesting. Er is vroeger ook de vraag geweest naar woonzorgcentra. Hè. Aanvankelijk wilde men de woonzorgcentra van de groep Integro die in onze gemeente zitten, wilde men clusteren. Na de corona zijn ze tot inzicht gekomen, beter niet meer te grote entiteiten en willen we weer gaan verspreiden. En bijvoorbeeld Lille is zo'n voorbeeld. We zijn bezig met hun om te kijken op het Lindel. Bosheinde is ook in de gedachte. Hè. We moeten de kerk herbestemmen, de omgeving een andere bestemming geven. Dat is een mogelijkheid. Maar die Bosheinde rijden, dat is een mogelijkheid. Alleen dat zit in de hoofd wel om te kijken hoe dat we dat gaan doen. Maar daar is nog niks specifiek over beslist. Het moet ook allemaal door die partner in de woonzorg, moet het ook allemaal ook wel haalbaar zijn. Willy Borderkapel heeft Niels dan op geantwoord. Ja, en dan wil ik natuurlijk de collega's uit de meerdere fracties danken dat ze dit budget wel en deze voorstellen wel willen goedkeuren met al de, alleen zoals gezegd, al de terechte opmerkingen. Maar het is allemaal niet gemakkelijk om te voorspellen en te werken. Maar we denken wel dat we met onze nieuwe mooie gemeente Pelt, dat is wel versterkt door de fusie en dat we een aantal beslissingen nemen die naar de toekomst toe denk ik wel heel duurzaam zijn. En dat we dat willen doen en vooral die gebouwen duurzaam maken en dat op alle mogelijke vlakken willen ondersteunen om onze gemeenschap sterker te maken op alle mogelijke vlakken. En zoals je van de week gehoord hebt, ja, dat we de mensen toch dicht bij elkaar kunnen brengen. Ik denk dat dat nog heel belangrijk is. Ik zeg altijd, een gemeenschap is eigenlijk, of een gemeente is eigenlijk een administratie van de gemeenschap. En het is een gemeenschap die we moeten vormen en daartoe bijdragen. Dus ik wil jullie wel danken voor alle terechte bekommernissen die gedeeld zijn, de steun ook die we krijgen en ook collega's van de financiële dienst en alle medewerkers die toch weer de afgelopen maanden gewerkt hebben en gespeculeerd hebben en van alles uitgezocht hebben en de cijfers en de euro's omgedraaid hebben om toch te proberen een sluitend overzicht te krijgen. En dan wil ik nog even een tussenkomst willen doen en verduidelijking over de wegenwerken. Ja, burgemeester, omdat het komt voor ons dat we alles maar doorschuiven, maar ik wil even toch inhaken op de meerjarenplan in staat, dat eigenlijk infrastructuurwerken, dat je die eigenlijk op een periode van 10 jaar moet kijken. Dat is letterlijk, denk ik, in onze meerjarenplanning. Omwille van de subsidies en de vergunningen die in het hele spel telkens meespelen, zijn dat telkens heel lange, grote processen die we moeten lopen. Wij zijn in 2018 al eigenlijk letterlijk in het gewerkt met een witblad moeten beginnen omwille van de fusie. Maar ondertussen is, denk ik, onze motor toch telkens aan op toerental aan het komen. En ik wil toch even een overzicht geven van hetgeen wat dat in 2023 nu op ons af gaat komen. We zitten bij de HUF. Fase 2 is hier op de gemeenteraad geweest een paar maanden geleden. Daar zitten we nu in de aanbestedingsfase. Daar gaan wij in de uitvoering gaan na de winter, maart, april hopelijk. De Voestveldstraat, daar gaan wij de 4 januari met de inwoners zelf en de aannemer rond de tafel zitten. Daar gaan de werken starten, gaan de voorbereidende werken beginnen. De Koel Leopoldlaan start ook na de winter. Dan worden die werken aangevat. De Zandstraat zijn nog aan het wachten. Op dit moment is de Watergroep zijn laatste werken nog aan het doen. En vermoedelijk gaan wij aansluitend hopelijk februari, maart kunnen aansluiten. De voorbereidende werken op het Marktplein en Neerpelt die zijn bezig. Daar gaan wij ook starten. De Willem II-straat zijn de plannen aan het finaliseren. Gaan we binnenkort met betrokken inwoners eens samenkomen. Het gemeentehuis van Neerpelt, zoals ik al zei, is in volle bedrijvigheid nu. Omdat de Kouwelillenweg zitten met het probleem dat wij aan het wachten zijn op de subsidies van de VMR. Waardoor zonder dat wij eigenlijk de investering niet kunnen doen. Dus ons werk daarvoor ligt klaar, maar wij zijn aan het wachten. Hetzelfde is over de N747, de verbindingsweg tussen Exel en Kouwelil. Dat is een dossier dat niet door ons wordt behandeld, maar wij al telkens met een site voor plaatsing aan het wachten zijn. En aan het Kopenhagenplan is er nog tussendoor gefietst en daar zijn onze diensten ook klaar voor om op te gaan. Dus ik denk dat de motor goed op toerentaal gekomen is en dat de realisatie gaat zich nu stilletjes aan op het terrein gezien worden. Dan wou ik toch eventjes verder. Niemand daar iets aan zoeken van gedaan. Ik was bezig met het AGB, zeker nog. De langste, we gaan het AGB ooit.
De vraag is of dat we de kredieten van het aangebod naar die vraag moeten voeren. Wie is daarvoor? Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Dat zijn die kredieten. Ik van het AGV besluit. Dan kunnen we van start gaan met de zitting. Dat is de Raad voor de Maatschappelijk Welzijn. We zijn met z'n allen aanwezig. Ik zie dat ook de tribune goed gevuld is vandaag. Het is ook wel een beetje een bijzondere vergadering, omdat we vandaag voor de laatste keer hier zitten met de burgemeester Frank. En we zitten ook nog met de man die stopt als schepen. Dus er zijn mensen die gevraagd hebben om daar straks nog een momentje bij stil te staan. En we hebben afgesproken dat we dat op het einde van de raad gaan doen. En we gaan eerst het werk afmaken gelijk het op. Eerste agendapunt, de notulen van de vorige vergadering. Daar iemand opmerkingen bij kunnen ze goedkeuren. Iedereen akkoord aan u. Dan agenda punt 2, het meerjarenplan dat al uitvoerig besproken is. De aanpassing nummer 6, die moeten we vaststellen in deze raad. Kunnen we onmiddellijk overgaan tot de stemming. Wie is voor? Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Agenda punt 3, dat handelt over de minder mobiele centrale. Daar is een aanpassing nodig voor het reglement. En ik geef het woord aan Schiedam. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een aanpassing van het reglement van de minder mobiele centrale. In 2020 hebben we het reglement goedgekeurd. Daar werd ook een bedrag vastgesteld dat de gebruikers moesten betalen aan de chauffeur. Dat was toen 33 cent, denk ik. Dat is telkens geïndexeerd. In juli is dat bedrag ook nog eens geïndexeerd naar 41 cent. Er wordt een klein bedrag van afgetrokken voor de verzekering. Maar ja, door de stijgende energiekosten en de veel vragen van de chauffeurs hebben gezegd om het bedrag omhoog te zetten naar het wettelijke maximum. En dat is 41 cent. En dan betalen we dan het bedrag voor de verzekering daarbovenop. Dat wil zeggen dat de gebruikers 3 cent per kilometer meer gaan betalen. Dus dat is een kleine aanpassing aan het reglement. En dat gaat ook weer automatisch verder geïndexeerd worden. Dus voor ons ligt deze wijziging van het reglement. Iemand een opmerking daarmee? Kunnen we dan doorgaan met deze aanpassing? Wie is voor? Iedereen? Dat was meteen het laatste agendapunt van deze raad van maatschappelijk welzijn. En nu stappen we over naar de gemeenteraad. Eerste agendapunt, daar ook weer de natuurlijk van de vorige vergadering. Kunnen we die goed geven? Het volgende agendapunt, dat handelt over de samenstelling van het college van burgemeester en schepen. Zoals je allemaal hebt kunnen lezen in het dossier, hebben we het ontslag ontvangen van Anton Dorpen als schepen. Met ingang van 1 januari 2023. Deze hebben we kennis van genomen van dit ontslag. Het is een opengevallen mandaat en dat willen we terug invullen. In het dossier was dat ook de volklachtakte op naam van raadslid Aals Kubbes. Ik heb die volklachtakte onderzocht en ontvankelijk verklaard. Aangezien ze ondertekend werd door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden en door de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaten werden verkocht. De gemeenteraad kan dus mevrouw Kubbes verkozen verklaren en de ranghouder van de schepenen kunnen we ook vaststellen. Is beslist dat mevrouw Kubbes de 8e plaats zal innemen. Overeenkomstig artikel 43, paragraaf 4 van het decreet lokaal bestuur. Dan vraag ik hierbij de stemming of iedereen daarmee akkoord kan gaan, met die vaststelling dan. Iedereen akkoord? Ik? Onthouden, interne keuken is goed. Het is niet meer moeien, hè. Dus wie is akkoord? Wie onthoudt zich?
Zijn er mensen tegen? Ik stel dus vast dat mevrouw Aalskubbes hiermee verkozen verklaard is als schepen met ingang van 1 januari 2023. Michel wel vast en zou ik aan de burgemeester willen vragen of hij de nieuwe schepen wil verzoeken om de eet af te leggen. Mag ik u verzoeken de eet af te leggen? Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na. Dank u wel, dank u wel, Elsa, en ik zou zeggen aan. Ja, dank u wel. En ik ga me volledig inzetten voor het welzijn van alle Peltenaren. Dank je wel. Ja. Ik wens u daar veel succes mee. Proficiat. Agenda punt 3, opnieuw het meerjarenplan. Deze keer het AGB van Pelt. Dat moeten we dus goedkeuren. We hebben het juist vastgesteld. Sorry. Nu moeten we het goedkeuren in de gemeenteraad. Ik ga onmiddellijk over tot de stemming. Wie is voor? Wie onthoudt zich? En wie is tegen? Het volgende meerjarenplan dat we juist vastgesteld hebben was van het OCMW-veld. Nu moeten we dat goedkeuren. Wie is voor? Wie stemt tegen? En wie onthoudt zich? En dan als laatste in de rij het meerjarenplan. Dat moeten we goedkeuren, maar dan moeten we vaststellen. De goedkeuring is voor de hogere instanties. Wie stemt voor? Wie stemt tegen? En wie onthoudt zich? Nee, niet onblijkbaar. Stemt. Nee, jij hebt het niet gestemd. Ja. Oké, dan gaan we door naar agenda punt 6, de toekenning van normatieve subsidies. Het woord is aan de burgemeester. Ja, dat is ook nog eigenlijk bij de raad aanpassen, waar dat we inderdaad vragen om de lijst van de normatieve subsidies. Dat zijn organisaties, instellingen die wij ondersteunen omwille van een maatschappelijke opdracht te doen. Dat we die willen ondersteunen met een subsidie. Ze zijn allemaal in de lijst opgenomen met het bedrag. Wanneer ze voldoen aan de voorwaarden voor het toekennen van de subsidie. Dat wil zeggen wanneer dat ze gebruikt wordt voor het doel waarvoor ze die krijgen. Aanvraag indienen en dat er ook kan gecontroleerd worden. Dan kunnen we dat toekennen. Ja? Ja, wij onthouden ons telkens op dit punt, omdat we het een beetje ad hoc beleid vinden. We missen een kader voor veel subsidies. Dan gaan we over naar de stemming. Wie stemt voor? En wie onthoudt zich? Het volgende agendapunt handelt over het subsidiereglement van de vereniging voor een tussenkomst in de opcentine op de onroerende voorheffing. Voor te zijn, Schepenmark. Dank u wel, meneer de voorzitter. Onderliggend subsidiereglement ter ondersteuning van de vereniging hebben in 2020 al goedgekeurd op onze gemeenteraad. We hebben dat ook even geëvalueerd allemaal. Dat ook eens in ons jaarplanning staat. En we willen daar een administratieve vereenvoudiging door. In artikel 3, alweer vragen aan een aantal verenigingen om een vrijstelling aan te vragen, onder andere bij Vlabel. De verenigingen die hebben dat ook ondertussen gedaan en die in aanmerking komen en ook een standpunt gekregen. In het oude reglement stond nog dat we dat jaarlijks moesten doen en we willen dan ook deze regel eigenlijk, we zien ook geen noodzaak meer in om die aanvragen jaarlijks dat die herhaald moeten worden. Dus we zouden artikel 3 hierin willen wijzigen. Geen vragen, denk ik. Kunnen we dat op dit agenda punt of deze wijziging goedkeuren? Dank u. En het volgende agenda punt gaat ook over een subsidiereglement ter ondersteuning van de Pelter sportevenementen met bovenlokale uitstraling. Dan moeten we een vaststelling doen. Ik geef het woord aan Lien.
Ja, dat is eigenlijk een globaal reglement waar we willen oppakken voor een aantal ad hoc vragen die we wel eens kregen over evenementen of wedstrijden die het normale, de normale werking van een vereniging overstijgen. Ik zeg, het zijn er meestal 1 of 2 per jaar. Maar we willen daar toch een beetje lijn in krijgen, zodat iedereen op dezelfde manier ondersteund wordt. Wat is de bedoeling? We hebben daar een beetje in het reglement gekeken van een Vlaams kampioenschap, een Belgisch kampioenschap of een Europees of wereldkampioenschap, om daar een onderscheid in te maken en hoe hoger de ranking, hoe hoger het bedrag in tussenkomst kan zijn. Dus een Vlaams kampioenschap zouden we voor €500 kunnen tussenkomen, Belgisch 1000 en Europees of wereldkampioenschap €1000 of meer. Dan zullen we ook altijd wel in overleg gaan met de organisatie wat het juist betekent en juist inhoudt. We hebben daar in onze begroting €2500 voor voorzien. En we denken dat we daar ook mee toekomen. We hebben ons gebaseerd op de vragen die we de afgelopen jaren hebben gekregen. Dus de vraag is om dat vanaf nu iedereen op dezelfde manier aan te pakken. Duidelijke lijn is. Heb dat vragen over zijn? Wat vragen we? Ik had net gezegd dat we het moesten vaststellen. Dat klopt niet. We moeten het goedkeuren. Ja. Wie keurt het reglement of deze aanpassing goed? Iedereen? Agendapunt 9. Het retributiereglement op werken voor nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Wordt dus aan de... Ja, voorzitter, dat is eigenlijk reglementen in 2017 door heel veel gemeentes eigenlijk gestemd is. De gemeente Neerpelt in de tijd, ook de gemeente Hoofdpelt hebben dat gedaan. Dat was toen een reglement van 5 jaar. Eindigt nu op 31 december 2022. Het nieuw reglement op kracht komen vanaf 1 januari 2023. Dus van inhoud hetzelfde reglement eigenlijk wat al voorlegd is, alleen dat het verlengd wordt nu eigenlijk. Agerbeek? Ja. Dus dat reglement destijds, daar hebben we ook voor gestemd, want dat zorgt ook voor dat netwerkbeheerders sneller hun werken gaan eindigen. En dat ze niet voor niets te lang alle sleuven laten op. Het rebusje aangekoppeld, dus een belasting. Dat vinden we een beetje, ja, 1 euro per aansluitpunt en 0,5 euro per aansluitpunt. Dat loopt toch op en voor of laat dat dan weer de burger moeten gaan betalen. Hè? Dus om die reden gaan we ons onthouden. Het principe is goed, maar daar een retributie aan koppelen vinden we niet goed. Goed, dan gaan we over tot de stemming. Wie stemt voor? Onthoudt zich. De gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. Daar is ook een belastingsreglement door. Dat willen we ook aanpassen. Bye. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook dit reglement hebben we in 2019 reeds behandeld en goedgekeurd. En ook na een evaluatie willen we dit netjes aanpassen, waar we in eerste instantie geen aangifteplicht hadden gedaan. Maar op basis van vaststellingen willen we nu wel overgaan naar een aangifteplicht. En willen we ook het begrip belastingsplichtige omschrijven voor de firma's die vooral gelegen zijn in het buitenland, om die toch te kunnen taxeren eigenlijk. Dus een raad wordt voorgevraagd om dergelijk reglement aan te passen. Ja, we gaan ons onthouden omdat we een verkeerssignaal zenden dat politieke partijen worden vrijgesteld van deze belasting. Als je weet dat de meerderheidspartijen samen voor meer dan 0,5 kilo per bus hebben gefilterd vorige verkiezingen, dan denk ik dat ze niet horen vrijgesteld te worden. We hebben ons daar vorige keer ook bij onthouden, omdat, gelijk Katrijn zegt, ik denk dat de politieke partijen op dit moment een heel grote hap van het budget krijgen van de overheid. Dat zij gemakkelijk kunnen betalen voor die drukwerken. We vinden het jammer dat bijvoorbeeld, ik hoor toch in Neerpelt een aantal mensen en een aantal winkels die zeggen van wij kunnen op dit moment geen blaadjes meer uitgeven, want dat kost veel te veel geld. We moeten dan al veel en de mensen kennen de reclame niet meer en ze vinden dat jammer.
Dus aan de ene kant gaat je die mensen nog altijd, en gaat ze eigenlijk nog een bijkomende boete geven, want nu werd het gecontroleerd door iemand van de gemeente. Of van blaadje rondkwam, nu moeten ze het zelf aangeven. En anders krijgen ze nog eens een verhoging van hun belastingen. Dus wij gaan ons ook onthouden. We hadden liever gehad dat hier stond. Bijvoorbeeld alle winkels of alle uitbaas of alle belastingplichtigen die iets willen uitgeven. Die bijvoorbeeld ene keer in het jaar iets gratis mogen uitgeven. En dat die politieke partijen wel betalen. Die krijgen geld genoeg. Ja, de redenering artikel 4.1. We vinden die vrijstelling voor de politieke partijen niet nodig. Ook zij moeten zorgen dat voor deze verkiezing niet te veel papier rond wordt gebracht. Dus we gaan ook ons onthouden. Dan gaan we over tot een stemming. Wie is voor de aanpassing van het reglement? Wie stemt tegen? En wie onthoudt? Ik word het verkeerd. Wat zijn jullie hier? Wat zijn jullie? Ja. De gemeentebelasting op de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afval. Ook daar is er een aanpassing. Er zijn twee aantal textuele aanpassingen. Het geldt hier over een wijziging in tarief voor het ophalen van het snoeihout op afvoer. Dan neemt u ook de En het reglement zal bij goedkeuring ook in werking treden vanaf 1 januari. Mindering, dus we gaan akkoord. Dus dan is altijd goed. Dat gaan wel. Zeg je dat niet goed vindt, dat moet je zeggen. Het is een vermindering. Goed, iedereen. Goed, dan stemmen over de aanpassing van het reglement. Wie stemt voor? Iedereen. Het reglement betreffende de tarieven op de inzameling van asbestafval en op de aanvoer van afvalstoffen bij het Paalse recyclageparken. Ja, ook hier is een aanpassing aan de orde. Ja, dat klopt. Ook hier weer enkele textuele aanpassingen, maar het is vooral te doen natuurlijk om de wijzigingen betreffende aankoop van de compostvaten en de compostbakken. Deze gaan gelimiteerd worden op maximaal 3 per een periode van 5 jaar. Een vat zal het hebben. En een tak in het sport. Voor de asbestafvalophaling en kan het combineren voor ophalen en testen per aanvaring maximaal 2 aanvaringen in plaats van een deel van 23-25. Hier blijven verder de tarieven gelijk en het geeft eens te zetten met 1 januari. Dus jammer genoeg vind ik hier een vrije stijging helaas, maar het is jammer genoeg niet anders. Ja, een vraagje daarbij om die versoepeling bij die compostvaten. En dan wordt toch dat mensen net thuis gaan composteren. Die toevoeging, dat het zo overkomt, alsof er een handeltje ingedreven wordt of zoiets. Ja. Maar, dus stel je vragen ons af wat erachter zit. Die verdoveling is wel stevig. Ja, dat is net dat zit met een gestelde vaststellingsmaatregelen. Een handeltje weggebleven met die bakken en met die vaten. Dus we gaan dat willen limiteren. En anderzijds is de verhoging van de prijs aan zich. Dus alle materialen in deze zijn enorm natuurlijk. Dat is eigenlijk de reden. Nee. Dan gaan we over tot de stemming. Wie is voor de aanpassing van het reglement? Een aanvraag van een omgevingsvergunning in de Heesakerstraat en daar dient een gratis grond aan afstand aanvaard te worden. Ja, klopt. Excuseer, klopt, voorzitter. Het Schepencollege heeft op 14 februari een omgevingsvergunning afgeleverd voor gronden gelegen aan de Heesakkerstraat onder de voorwaarde dat er gratis grondafstand zou gebeuren van een perceeltje van 1,93 cent per jaar, zoals u afgebeeld hebt kunnen zien op het plannetje, met de bedoeling om dat op te nemen in het openbaar domein. En aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om volgens de aktevoorwaarden, die u ook in het dossier hebt kunnen zien, die gratis grondafstand te aanvaarden. Dus kost niks, dus iedereen kan het goedkeuren. Hè.
En ook te beslissen dat het dan zal worden toegevoegd aan het openbaar domein. Voilà, that's it. De dotatie van de politiezone HANO 2023, die zouden we moeten vaststellen. Of is aan de burgemeester. Dank u wel. De dotatie aan de politie, zowel wat de dotatie als de bijdrage in de investeringen betreft, moeten we in het besluit in de gemeenteraad vaststellen. Dat staat straks al in de meerjaarrekening en in de lijst van de dotaties. Maar politie is nou een federale dienst en daar gelden nog verder een koninklijke besluit. Dus we moeten een koninklijke besluit pakken. En voor 2023 wordt de bijdrage in de exploitatie van de politie vastgesteld op €3.155.977. En voor de investeringen €574.303,24 als bijdrage van de gemeente Pelt aan politie. De informatie in de politieraad werd dat unaniem goedgekeurd. Wie is Vesting? Kan ik vaststellen? Het wangen wordt genomen. Het beleidsplan en de begroting van 2023 voor de Kunstacademie Noord-Limburg. Dank u wel, voorzitter. Beste raadsleden, voor jullie ligt het beleidsplan en de begroting 2023-2024 voor onze Kunstacademie. De samenwerking tussen de zeven Noord- en Zuid-Limburgs. Als je eens kijkt naar de historie de voorbije jaar, en dat mag ook wel gezegd worden, ik wil zeggen dat onze Kunstacademie het zeer goed doet. Als we kijken, sinds het seizoen 1920 is er een stijging van maar liefst 44% van het aantal inschrijvingen. Maar liefst 414 leerlingen extra in de beeldende kunst. In de BAK, beeldende en audiovisuele kunst. En dit jaar alleen al was er een stijging in het kinderatelier van 9%. In het jongerenatelier 25%. En in het kunstenatelier 10%. En ook de podiumkunsten zijn de C. Nu goed, we staan dus voor enkele uitdagingen in de toekomst. Als gemeente hebben wij op verschillende locaties de huisvesting van onze kunstacademie ondergebracht. We hebben recent ook enkele nieuwe locaties bij. Dat stond nog niet in de documenten, omdat in de tussentijd dat veranderd is. Maar ondertussen ook op de junior campus en in Den Akker zitten we terug. En we merken door die stijging dat we toch wel een nijpend tekort hebben aan plaats en ruimte. Onder andere voor de tentoonstellingsruimte in het hoofdgebouw. Een receptieruimte voor het repetitieruimte, sorry, voor het strijkersorkest Ponticelli. Bijhorende leslokalen en ook in de toekomst, als we in de volgende fase zitten van de uitwerking van onze gemeentelijke bouwen, waar het idee is als de bibliotheek van Paleti verhuist naar de bibliotheek Kerkplein, om dan de toekomstige invulling en renovatie en nieuwbouw, het hoogste deel van Paleti, moeten we daar kijken hoe we daar de Kunstacademie gaan in onderbrengen. Dus toekomstige oplossingen. We moeten zien, staat ook in het beleidsplan en misschien Dom of Theater, dat weten we nog niet. De Kunstacademie kan ook via Agion subsidies krijgen om investeringen te doen in aankoop en renovaties. Dus daar zullen we moeten kijken in de loop van 2023. Concrete acties voor 2023 bestaat uit het personeel. Er wordt €5.000 extra gevraagd dit jaar voor het opvangen van afwezige leerkrachten. Dus als er in de 14 dagen voor een vakantie een leerkracht afvalt, krijgen ze daar niet voor betaald. We willen op deze manier wel opvangen, zodat ze wel in vervanging kunnen voorzien. Het idee is om een nieuwe opleiding DJ te voorzien, 3 lestijden aan te komen, een nieuwe opleiding filmkunst voor 4 lesuren en een nieuwe opleiding textielkunst voor 4 lesuren. En dan is het ook wel belangrijk om het personeel op een goede manier te soigneren. En daarom is van 2023 ook het plan opgevat om een psychosociale analyse te doen van het personeel van onze kunstacademie. Als we kijken naar de investeringen, zal er voor ongeveer €8.000 geïnvesteerd instrumenten. Dus instrumenten die jongeren kunnen huren als zij zelf het financieel moeilijk hebben thuis. We willen graag een orgel 21ste eeuw aankopen. Een vervanging van een buffetpiano en ook de 2 nieuwe opleidingen, fotokunst en textiele kunst, daar horen extra aankoop bij van materialen.
En tenslotte zijn er ook vier grote en 9 kleine buffetpiano's die onderhouden zullen worden, die gerealiseerd worden. Belangrijk toch om te noteren is dat onze kunstacademie niet gevat wordt door de stijging van de energieprijzen, omdat zij nog tot eind 2023 een vast contract hebben aan vaste lage prijzen. Dus dat heeft geen invloed op de werking en heeft ook geen invloed op eventueel de prijs die onze studenten daar, jongeren en volwassenen, moeten betalen aan onze kunstacademie. Goed, die bedragen zijn meegenomen in het totaalbudget, wat dus neerkomt als we de bedragen verdelen volgens de geldende verdeelsleutel. Hè. Dus rekening houden met het aantal leerlingen dat les volgt vanuit Pelt in vergelijking met de andere 6 gemeenten. Wordt er vanuit Pelt een werkingsbijdrage gevraagd van 148.000 euro en een investeringstoelage van 21.000 euro afgerond. De gemeenteraad wordt gevraagd om het beleidsplan 2023 en de begroting van de interlokale vereniging goed te keuren. Geen vragen erbij? Dan gaan we over de stemming. Wie is voor? Het bestuurlijk samenwerkingsverband vaccinatiecentra Noord-Limburg. Een herziening van de overeenkomst met statutaire draagkracht. Ja, we hebben de aanleiding van de coronacrisis. Als we als gemeente vaccinatiecentra moesten inrichten per eerste lijnzone, en dat was voor Limburg de 6 Noord-Limburg gemeente, hebben we met die 6 gemeenten een intergemeentelijk samenwerkingsverband opgemaakt. Dat is hier goedgekeurd om die als orgaan te kunnen optreden, de subsidies te kunnen ontvangen, de kosten te kunnen maken, personeel te kunnen aannemen enzovoorts. Dat hebben we toen gedaan onder operationele leiding van de vermeningszone, dat de andere die dat doen, twee plaatsen. Gebouw, dan is de corona wat gaan liggen en dan zijn die vaccinatiecentra gaan slapen of gaan sluimeren. En dan vorige zomer is het terug opgekomen en heeft men eerst een vaccinatiecampagne gedaan voor de meeste kwetsbare mensen, en ook de 85-plussers, denk ik. En dan heeft het ziekenhuis zich gepresenteerd, dat willen wij wel opnemen, omdat die aantallen niet zo groot waren, ook centraal gelegen. En ze hadden de accommodatie en het personeel om daar mee bij te helpen. Het ziekenhuis als operator opgetreden, 2 of 3 maanden, denk ik, aan zoiets. En dan kwamen de volgende golven. Allee, dan werd weer de algemene vaccinatie in het najaar van toepassing. En dan ging dat niet meer in het ziekenhuis natuurlijk, want daar waren ze niet op buiten. Sorry, de 2 vaccinatiecentra moeten op tot wakker moeten maken. Hè. In de soeverein is het dan in de kleine sporthal alleen voor de mensen van Lommel geweest. En wij hebben ons aangesloten in Peer. Heel die organisatie is dan start, maar dan heeft de brandweer dat niet meer, of de hulpverleningszone dat niet meer gedaan, maar wel de eerste lijnzone die een tussenvorm gekregen had, waar aan onze vertegenwoordiger is. En nu is dat weer afgelopen en nu moeten we eindrekeningen maken en alles zorgen dat in orde is, dat we subsidies krijgen, dat degenen die de subsidies of de korten gemaakt hebben, subsidies kunnen terugkrijgen. En deel van die intergemeentelijk samenwerkingsverband waren die 6 gemeenten en de hulpverleningszone. Eerste lijnzone ook. In de vorige statuten stond dat de hulpverleningszone de operationele leiding had. Dat is nu de eerste lijnzone. Dat veranderen we. En 2, het ziekenhuis was er niet bij. Maar het Noorderhart ziekenhuis is opgetreden als actor ook gedurende een bepaalde periode. Ja, ze moeten geld ook kunnen terugkrijgen. En dan is de bedoeling dat ze ook opgenomen worden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Dat zijn eigenlijk de 2 kleine aanpassingen. En het is eigenlijk om de zaak te kunnen heffen. En letterlijk afleggen. We verwachten ook dat met alle subsidies die dat zijn, alle kosten verdekt kunnen worden. Heel veel vrijwilligers en heel veel goed wil van heel wat overstaven. Zelf goed kunnen doen. Dank aan de eerste lijnzone van de collega's. Deze aanpassing goedkeuren, wie is voor? Iedereen? Nee. En als laatste agendapunt een kennisgeving van de verzoekschriften aan de gemeenteraad tot de herwaardering van een gedeelte van de Burenweg nummer 12. Daarin schrijven we van ontvangen een aanvraag tot de herwaardering van de Burenweg. Maar ik ga het woord aan Jaakje die daar meer duiding bij geeft. Allee, dank je.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u heeft een verzoekschrift ontvangen natuurlijk van een inwoner die inderdaad dat vraagt. De gemeenteraad neemt daar dus nu kennis van. En natuurlijk, zoals u ook in het dossier hebt kunnen lezen, moet er een en ander onderzocht worden met betrekking tot het statuut van de betrokken gemeenteweg, vraagteken. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen jaren? Wat is daar het statuut van? Wat kan daar niet? Wat zegt de eigenaar misschien? En dan zal het gemeenteraad om te kijken welke stappen de gemeenteraad daarin kan nemen. Dus het voorstel is om kennis te nemen van en opdracht te geven aan het Schepencollege om een onderzoek uit te voeren. En dat zullen wij dan natuurlijk door onze medewerkers laten doen. Een vraag bij u? Dan gaan we over tot de stemming. Wie is voor? Ja, dan zijn we door de agenda, het laatste agendapunt van 2022. Nou, we hebben nog wel enkele vragen vanuit de oppositie. Geef het woord aan. Ja, we hebben drie vragen ingestuurd. De eerste is eentje in verband met het vuilnispakkenplan. Gestart is in februari 2022. We krijgen daar geregeld opmerkingen over binnen, vooral van hondeneigenaars. En we vragen ons af of de situatie zoals die nu is, of dat die dan definitief is, of dat die nog gaat worden bijgestuurd. En ook eentje, of dat het plaatsen van zogenaamde hondenpoepbuizen, zoals die dingen genoemd worden, in Hameld, zoals die bijvoorbeeld in Hameldakkel staan, of dat dat overwogen wordt. En het klinkt misschien niet zo smakelijk, hè? De naam, maar het zijn wel handige dingen. Hè? Dus, smakelijk ach, nee, nee, nee. Dus zoals gezegd, het vuilnisbakkenplan is in het voorjaar uitgerold. Nu, we hebben dat geëvalueerd en ook in die zin bijgestuurd dat er bijvoorbeeld langs het kanaal daar enkele vuilnisbakken teruggeplaatst gaan worden. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat dat we willen bijsturen. Nu, op zich, die principes voor de rest die blijven wel overeind. Hè. Die principes die we dan in februari ook hebben vastgelegd, of eerder eigenlijk vastgelegd in februari hebben uitgerold. Dus wat dat betreft blijft het wel wat dat de situatie is op dit moment. Maar als je bijvoorbeeld concrete vragen hebt, bezorg ze ons zeker en dan willen we dat altijd wel eens bekijken. Ja, want je merkt nu op sommige plaatsen dat er specifiek dat soort afval. Ja, ik zal het zelfs zeggen. Ja. We staan 1 meter tot 2 meter misschien zelfs wel, hè? Ook hondenpoepzakjes liggen. Dus dan denk ik ook van ja, god, ja. Dus als er concrete vragen komen, maar ik mogen altijd gemeld worden. Die mogen gemeld worden. Ja, en het is eentje in verband met het klimaatactieplan. Toen dat is goedgekeurd in februari 2020, werd gevraagd dat er de ordeningen en de acties regelmatig, 2 keer per jaar was toen gezegd, zo worden teruggekoppeld naar de gemeenteraad. En ja, de laatste rapportage die dateert ondertussen van augustus vorig jaar. En ja, de vraag is dan simpel om een update te krijgen. En ja, het lijkt ons interessant om daar ook een keer in de gemeenteraad te bespreken. Dus ik snap dat de cijfer die meteen allemaal gegeven kunnen worden. Dus, dat klopt. Eerst en vooral, er is vaak gesteld geweest om het 2 keer per jaar te doen. Wat we ook zeiden van, kijk, gezien de evoluties en dergelijke meer, en ook omwille van de verwerking, was het onze intentie om dat jaarlijks te doen. Nu, het is ondertussen zo dat in het kader van het lokaal energie- en klimaatpact, daar hadden we het ook over, afstemmen, niet dat we, onze diensten zijn soms met 3 verschillende platforms bezig om daar telkens ons acties in te geven. Is nu, heel recent, heeft ABB samen met Netwerk Klimaat 2 zaken eigenlijk gepresenteerd. Dat is één, een pactportaal, dus een portaal waarbij dat we die dingen kunnen gaan ingeven. En anderzijds ook een groen-blauw pijl. Hè? En dat groen-blauw pijl dat gaat dan dienen om onze adaptieve maatregelen, hè? Het aantal bomen en dergelijke meer, en de verhardingen en die zaken meer, die gaan in dat groen-blauw pijl terechtkomen. En dat pactportaal dat gaat dan dienen om die doelstellingen die we in het LEKV hebben staan, om die eigenlijk te gaan kunnen opvolgen.
En dan gaan we sowieso, en dat staat ook in de LEKP, hè, dus hebben we dat voor maart de laatste moeten brengen. En dus is het voorstel eigenlijk om dat eigenlijk al een beetje gebundeld te brengen, de laatste tegen maart, om ook een beetje de zaak wat overzichtelijk te kunnen maken. Dus het komt eraan, maar het is... Ja, we gaan dat zo gebundeld mogelijk maken, hè, ook zorg dat er niet te veel overlap in zit en dat het ook inderdaad... De fronsen die ik nu op hoofd zie, dat het eigenlijk voor iedereen straks ook een beetje helder is. Goed, we zijn een blijde verwachting. Gelukkig niet meer. Dan ja, de laatste vraag is een heel, iets heel concreet. We hebben van Bos Plus bericht gekregen, omdat er een aantal mensen van ons waren ingeschreven voor de boomplanactie van 27 november op het terrein van Portas, op Dina, die 13,5 hectare, dus echt een groot gebied. Dus we hebben een bericht over gekregen dat die moest geannuleerd, omdat er te weinig geld in de handen waren. Ja, we vinden dat een hele spijt natuurlijk. En we vroegen ons af of de gemeente daar eigenlijk een open voor heeft gedaan. En want dat is iets dat dan echt binnen het veld gebeurt, ja. Dus, nee, er is geen oproep gedaan. Nu, dat is ook een privatief initiatief. Hè. Dus de firma Ordina zelf, zoals gezegd, samen met Bos Plus, die dat initiatief en een heel waardevol initiatief heeft genomen. Maar buiten een uitnodiging voor de burgemeester om de eerste boom te komen planten, is er bij ons niet gekomen. Wij zijn er alleszins niet in geraadpleegd. Ik heb ook begrepen dat de firma graag de zaken wat in eigen hand wilt houden. Dus wat dat betreft is het, moet ik samen met jullie vaststellen dat het inderdaad jammer genoeg niet is. Ja, oké. Okay. Well, misschien als ik voorstel dat ze nog een oproep gaan doen. Ja, ik denk dat we daar een beetje wat... dan moeten we dan binnen het college bekijken. Maar mijn eerste reactie zou daarin zijn. We moeten een beetje zien natuurlijk, kwestie van die privatieve initiatieven. Hè, want ongetwijfeld en hopelijk zult er nog komen. Het is altijd een beetje afwegen van vanaf wanneer een oproep vanuit de gemeente en wanneer laten we het open natuurlijk aan de privatieve initiatiefnemer. Ik ben daar geweest, Leon was daar ook, maar dan hadden we de indruk dat er eerder een bedrijfsfeest was van die mensen die erbij waren. Voor mij was gewoon met een grote weg bedankt bijna voor die kwam. Ja, maar je wacht er ook, hè? Ja. Alleen dat was een bedrijfsfeest, maar wat een verhaal is. Niet werk. Boom zetten, hè? Ik heb niet die vraag gehad om daar weer. Ik heb juist nodig gehad, dat is sympathie ben ik gegaan, maar dat was eerder een intern bedrijfsaangelegenheid. Maar dat was een beetje vier. Ja. Ja. Dat was het twee keer geweest, Leon. Keer in het voorjaar, waar ik eigenlijk niet meer kon planten, was het heel te droog, maar dat was symbolisch omdat er met de grond kwam. En dan in het najaar, wanneer het echt plantseizoen was. Nog droog eigenlijk, hè. En dan was natuurlijk alle die mensen van het bedrijf daar, maar die hadden zo van alles te doen. Rondritten en boswandelingen en fietsen en paardje rijden en zo. Van dat is Dan zijn we door de vragenronde en terug op onze laatste zitting. Op de laatste zitting samen met Frank, al blijft smellen, maar het is niet meer de taak van schepen uiteraard. Frank die verdwijnt helemaal. Uit de gemeenteraad als voorzitter wil ik beide absoluut bedanken voor de fijne samenwerking. Het is heel constructief en heel aangenaam. En ik zou zeggen, voor de toekomst het allerbeste. We zijn niet de enige die iets wil wensen. Ik geef ook het zo aan de rest. Ik zou zeggen, Katrijn, je mag van Walsteen. Dank je. Eigenlijk is het een hele troevige dag vandaag. Want twee van onze beste politici gaan een uitvoerend mandaat neerleggen. En dat is oprecht heel jammer voor heel veel. Anne, zijn wij negatief geweest over uw plannen en uw beleid. En dat is niet alleen omdat we u oprecht een heel sympathieke vinden. Dat ook.
maar vooral omdat we altijd met heel veel appreciatie hebben gekeken naar jouw gedrevenheid, jouw kennis van zaken en alle goede voorstellen die je deed. Je zal niet alleen door ons gemist worden. We gunnen je nu en wensen je alle rust die je nodig hebt, maar ik denk dat jij niet iemand bent die lang kan rusten. In ieder geval heel veel succes met de nieuwe richting waar je nu in uitgaat. En die grote schoenen van Anne, die gaan gevuld worden door je vriendin Els. Els, we kennen elkaar al heel lang, we kennen elkaar heel goed. Dus ik weet dat jij met dezelfde gedrevenheid en hetzelfde goede hart deze taak op je gaat nemen. Ik wens u heel veel succes mee en ik hoop dat we samen goed kunnen samenwerken. Frank, namens onze fractie en heel Groen Paalt, en je weet dat is heel veel volk, wil ik u bij dit afscheid graag bedanken voor al die jaren van uw inzet en toewijding voor onze gemeente. Ik weet dat het echt niet vanzelfsprekend is om dat te doen. We gaan hier geen uitgebreid laudatie houden, er zijn anderen die dat wel voor u zullen doen, denk ik. Maar toch wel een paar oprechte woorden van dank uitspreken. Ook al hebben wij politiek soms verschillende meningen over aanpak en beleid, uiteindelijk gaan we voor hetzelfde doen. En dat is een groene sociale gemeente waar het voor iedereen goed wonen is. Wij hebben u de voorbije 4 jaar leren kennen als een erudite burgemeester met een zeer stevige dossierkennis en een sterke mening. En die mening die heeft al eens gebotst met onze fractie. Maar dat gebeurde wel altijd op een correcte manier en met wederzijds respect. Wij wensen u nog heel veel succes met uw volgende uitdagingen op uw pad. Hopelijk zijn ze minder stresserend en vermoeiend. En moest er toch een zwart gat dreigen waar je in zou vallen, moest ik van onze papa zeggen dat ze bij Natuurpunt nog altijd met Dennis, je hebt het waarschijnlijk al dikwijls gehoord en geschreven gezien. Maar het zijn inderdaad heel grote schoenen die jij gaat moeten vullen. Ja, ja. De grootste heeft dat. Goed gedaan, schoenen. We wensen u heel veel succes daarmee. En we hopen dat we samen constructief en positief kunnen samenwerken over de partijpolitiek heen. En nu dan toch met wensen aan het strooien ben, voor iedereen een heel fijn eindejaar. Ja, we hadden met de N-VA-fractie ook wat voorbereid. Veranderingen van de samenstelling van het college. Anne, na jouw carrière als schepen heb je ervoor gekozen om je leven een andere wending te geven. Dank je voor je inzet en wens je veel succes met je nieuwe uitdaging. Het zijn niet alleen woorden, wij doen het ook meestal met daden. Hè? Ik heb ze niet terug, goed terug, of ik moet dan er terug aan het werk zetten, want ook Els, en die mag dat doen, hoor, nog beter. Hè? Dus je gaat de taak van Anne overnemen en we wensen jou heel veel succes bij die nieuwe job die je daarbij krijgt. Ja, Dennis. Hij mag de komende 2 jaar de taak van Frank overnemen. Dus met de slogan Pel Bold trokken jullie naar de verkiezingen. Als kritische oppositiepartij vinden we niet altijd dat het even goed bold. Maar ja, al Dennis. Om de mankementen dan snel te kunnen repareren, hebben we voor jou een fietsreparatiecentrum. Op je banden maar goed daarop en veel succes met de nieuwe job. Ja, en tot slot Frank, hè. Je koos ervoor om de fakkel door te geven aan een politieke carrière van 35 jaar. Dus ja,
Fractie wil je bedanken voor de vele jaren van inzet en de goede samenwerking. We waarderen je respect dat je altijd gehad hebt voor ons als oppositiepartij. Nadat je eerst burgemeester was van Neerpelt, zal je de geschiedenis ingaan als de eerste burgemeester van de fusiegemeente Pelt. Nu ga je meer tijd hebben voor je hobby. Deze twee flessen hopen ooit eens vol terug te krijgen met een gewoon terug. Het château steeds groter, willen we daarin. Hè? Maar om goede wijn te maken, heb je ook een goede wijngaard nodig. Of moet je die maken. Hè? En daar gaat flink in gesnoeid moeten worden. Er hoort dus goed getuig bij, zoals het. Daarom deze twee snoeischaren, zodat de oogst overvloedig wordt en die flessen rapvol zullen zijn. Super. Bedankt en ook aan iedereen een goeie dag, ja, Valentijn, en goed begin van het volgen. Ja, voorzitter. Ook eerst naar Anne. Anne, zoals je zelf zei, je stond voor een moeilijke beslissing. Je hebt je keuze gemaakt en we hebben hier heel veel respect voor. Maar het is zoals ze zeggen, we gaan je missen. Je hebt je gedurende 8 jaar voor meer dan 100% ingezet voor je schepenambt. Je stond steeds met al je gedrevenheid klaar voor alle burgers en je nam ook altijd de tijd om naar hen te luisteren. Je hebt je stempel op welzijn in het veld gezet. Je inzet was groot en je zal in die regio heel erg gemist worden. Bedankt voor de jaren, vele jaren inzet en engagement. En we wensen je heel veel succes in je verdere toekomst. Wij hebben ervoor gekozen om de bloemetjes bij u thuis te laten afgeven. Daar nog van genieten. Ik ben er niet zeker van. Een zware taak. Maar we zijn er zeker van dat je met dezelfde inzet en gedrevenheid deze taak zal nemen. We hopen samen met u op een positieve samenwerking en wensen u heel veel succes toe. Dank je wel. Het is vanavond niet het moment om uw welgevuld cv voor te lezen. Het zou ons veel te ver leiden. Daarom houden we het bij de beste burgemeester. En dat is ook zo. Onder impuls van Frank Smeets is ontwikkeling in Pelt in een stroomversnelling gekomen. En dit steeds in het voordeel van onze Peltergemeenschap. Maar we vernamen dat je nog enkele grote projecten lopende hebt. Zo zou je al veel tijd besteden bij het aanplanten van wijnstokken. Dus als alles verder meevalt, hopen we uw wijngoed ooit eens te mogen bezoeken. Een degustatie van uw château Frank Smeets wordt dankbaar aanvaard. Staat er nog niets? Dat denken we toch niet, maar dat komt nog wel. We kijken er naar uit de eerste fles met het etiket Château Smeets te kunnen bereiken. Alleszins veel plezier met je nieuwe bezigheid. Als dank hebben we voor u geen fles Château Smeets meegebracht, dat bestond nog niet, maar een lekkere fles champagne die je tijdens de feestdagen lekker kan uitdrinken. En naar Dennis toe, inderdaad, het is gezegd, je schoenen zijn iets groter, denk ik, dan die Frank Smeets. Het wordt voor u een heel moeilijke taak. We hebben het al gezegd, u wordt de jongste burgemeester, maar u zal ook heel veel, maar u heeft al heel veel tijd in de gestoken, heb ik gezien, de afgelopen dagen, dus je bent al een beetje goed ingewerkt. Maar we hopen toch in januari ook op eenzelfde samenwerking, op eenzelfde goede samenwerking, gelijk we met de oude burgemeester hadden. Dat we u ook daarna kunnen noemen de beste burgemeester. Dank u wel, voorzitter. Beste Anne, dat is heel moeilijk, hè? Daar nog iets aan toe te voegen. Je bent altijd, ik heb u 8 jaar geleden leren kennen, toen hebben we nog in de beide gemeentestraal.
via Aad van Beheer van het zwembad, dat ik u in tegenkwam. Altijd een heel gedegen persoon gevonden. En welzijn staat u op het lijf geschreven. En het is misschien of dat het zo heeft moeten zijn, maar in de komt dan nog meer tot uiting. Ook als we digitaal aan het vergaderen waren en we zagen u in uw pakje, zeker uit. Gedreven. Chapeau, bedankt. Alles wat je gedaan. En we zien elkaar wel nog weer. Els, ik wens u heel, heel, heel veel succes toe. Volgende jaren, doet dat goed. Twijfel daar eigenlijk niet aan. Kijk naar Dennis. Dennis, we hebben al gesproken, we hebben het al gezegd, we hebben ons steun toegezegd. We gaan vol vertrouwen met u de volgende jaren. En wensen u heel, heel veel succes. Jawel. Nu ga ik eens naar het slok en drink. Ik ga iets doen dat ik niet meer veel doe, maar ik ga eens recht staan. Dank. Ik ga zo kort mogelijk houden, maar ik ga wel veel proberen te vertellen wat sommige mensen van ons weten, maar wat de meeste mensen eigenlijk niet weten en wat nu wel geweten mag zijn, denk ik. Frank is geboren 16 november 62. Ik 31 oktober 63, dat maakt dat we 11 maanden en 14 dagen schillen. Kunt u het zien, wie dat nooit is. Waarschijnlijk ook de verstandigste maken. Wij kennen elkaar, als ik zo terugdenk, Frank. Ik probeer het vanuit mijn hart te vertellen. Ik denk dat we elkaar meer dan 52 jaar kennen. We kennen elkaar van thuis langs aan de jongensschool. We kennen elkaar van een college. Ik denk dat we ook herinneringen hebben aan een zwemclub. Zwemclub? Waarom een zwembad? Die hadden we dag langs de deur. We hebben ook veel uren samen gesleten. Maar waar dat we elkaar echt goed van kennen en wat ons eigenlijk bindt, zijn de schouders. Wij zijn, Frank en ik zijn als klein manneke, 6 jaar als welp begonnen, dus gewoon, ja, ik een jaar later. Hij is altijd een jaar voor geweest, hè. Maar oké, bon, daar is iets gegroeid. In 1980 zijn we eerder toevallig in Zoetendaal op kamp geweest. Kwam omdat Stijn Konings werd geroepen voor regie mee gaan te voeren met de Leeuw van Vlaanderen. Ze zaten eigenlijk een beetje verlegen voor jongens kennerleiding en Frank en ik werden meegenomen. We hadden geen auto, dus we vertrokken met de Solex. Gasbekken op de Solex. Gaskan tussen de twee benen en Frank en met een arm. En dan is Zoetendaal verder. Dat is wel geraakt door wat. In ieder geval, dat is het start geweest waar dat we jaren onder kennerleiding vallen. Voor degenen die het niet weten, die onder kenners zijn, de mannetjes van denk 11, 12, 13 jaar. We hebben dan verschillende kampen gehad. Solasteer, een beetje de tijdenkader Solasteer. Tijdens dat kamp trouwden Charles en Lady Di. Het is maar dat je weet ongeveer over welke tijd. Dan hebben we nog zo vrij gehad, Roefalies. Frank die kwam dan een keer boven met draaiboeken. Iets wat we niet kennen. Dan zei hij, draaiboek, zo gaan we dat doen. Dat doen we de volgende dagen. En dan werd het heel serieus. Dat niet altijd even serieus was. Ik heb een herinnering aan een kamp in Rutte. Dat had zelf te veel zelfgedronken appelwijn gedronken. Zelfgemaakte appelwijn. Dus zit voor zich met wijn, Frank. Maar dat maakte dan dat we dan achter de s'nachts zaten te filosoferen hoe dat het verder moest met het heel verhaal.
We hebben buitenlandse reizen gedaan, we hebben bergen in beklommen zijn, hebben, waar dat we door tv-ploegen gefilmd zijn vanuit helikopters. Ja, op een zeker moment gingen we onder ons twee naar Arcachon. Arcachon bij Bordeaux. Met een trein. En we hadden een tentje bij. Het was eigenlijk een tentje voor anderhalve persoon. Moesten we maar weer. Dat wil zeggen dat we het elkaar zeggen dat we net niet goed kunnen blijven, want anders zit dat niet. Het eten, als Frank in de beurt was te koken, was dat dikwijls meestal eigenlijk chipolata in een gasvurkje. Ik ging eigenlijk liever alles naar een pizzeria en voor iets binnen te krijgen. We gingen er altijd op het terras zitten. En elke dag tegenover ons op het terras, dat zat Frank, het schoonste meisje van de hele wereld. Elke dag opnieuw. We hebben er van genoemd. We hadden toen samen een ambitie. Een grote ambitie was bestuurslid werden bij de Fonds. Wat? Je moet eigenlijk geen muziek kunnen maken. Je mocht achter op de achterste rij altijd meewandelen. Maar als er iets te dun is, dan zit er altijd bij. Oké. Dan kwamen de verkiezingen van 88. Ik heb zelf nog wat de boot af. Maar ik heb hier nu iets. Dat heb ik nog nooit tegen iemand gezegd. Ik moet me vandaag allemaal van mijn hart. In de 88 heb ik voor Frank gestemd. Heeft hij nooit geweten, denk ik. En hij het, dan weet ik ze nooit voor mij gestemd. In 1993 werd hij dan burgemeester. En wel, die waren vier. Als kameraden waren wij allemaal vier. Dat was een kameraad burgemeester werd. Echt. En ik denk dat je dat ook voelde en wel wist. In 1994, in de volgende verkiezing, kwamen de liberalen nog eens langs. En Jobert was erbij, Peter was erbij, Patrick de Waal. Hadden ze meegevraagd, kwamen thuis. En ik ben 14 dagen naar Frankrijk gegaan, door erover na te denken. En teruggekomen, ik ben naar Frankrijk gegaan. En toen door ik meester was. Ik zeg, Frank, ik kom nog iets zeggen. Ik kom ook nou als kameraad zeggen dat ik morgen tegen Peter Berber zeggen dat ik meedoe met de verkiezing. Maar ik kom nu dit weer zeggen als kameraad. Ja, zegt Frank, ja, we zullen dat wel doen. En of ze dat je terecht geraakt en zo. Ja, Frank, zo moet ik in sportiviteit. Ik ga dat doen. Ja, oké, bon. Het was wat het was. Maar dat maakte dat we niks in de meerderheid en oppositie gehaald hadden. Frank was burgemeester. En ik was oppositie. Die was ooit en bij momenten zelfs hard, maar altijd correct. Dan in 2000 vertrok Frank naar de provincie en kregen we een nieuwe jonge burgemeester. Een jonge leeftijd gelanceerd werd. Maar 2006 kwam hij terug, Frank. En hij kwam terug als voorzitter. Hij heeft dat altijd voortreffelijk gedaan, was een voortreffelijke voorzitter. En het vertrouwen is er altijd geweest. En denk ook. Een groot geheim als ik vertel dat er wel ooit vertrouwelijke gesprekken geweest zijn. 2014 ongeveer, Schoutsrally, dat domein daar. Frank en ik zitten in de raad van Meer. En op een zeker moment zegt hij, ze was wel in beweging. Stijn, moet ik iets vragen? Wil jij afgevaardigd bestuurder worden van de Schoutsrally? Ik dacht dat ik bestuurder van de raad doen.
Ik zeg, enkel bij een voorwaarde, zeg ik. Hoe ze wel heeft Frank, zeg ik, ja, dat geen voorzitter wordt. Nou, maar je zit me aanleggen, hè. Je vraagt iets en je vraagt me iets. Zeg, ja, als jij voorzitter wordt, dan word ik. Zo hebben we dat gedaan. Dat was mooi, we waren terug op ons thuis, was. En we deden terug iets van waar we gegroeid zijn. En onze moeders, die waren enorm fier. Onze moeders zijn tot de laatste dag van mijn moeder haar leven oude scoutsvriendinnen geweest. Die beleven die kaarden tot 2-3 uur s'nachts. En die vonden het goed dat we terug samen in Zweden. En zo vond ik dat ook. 2017. Fusie kwam eraan. Fusie kwam later. Er kon er geen betere zijn. Eigenlijk was de hoogste stap ook dat die fusiecode nader burgemeester van Pelt werd. Toen ik hem in 2019 mijn eerste tussenkomst in het lezen voor het budget dat ik hier zou brengen, was er een opmerking. Dat is juist dat ik al die jaren in de meerderheid zit. 24 jaar oppositie, maar oké. 2021 is Frank ook gestopt met de rally. En dat heeft mij wel wakker. En ik weet dat hem dat ook heeft geraakt. Dus daarom dat ik vandaag ook absoluut doe wat ik hier nu doe. En ik denk dat Frank dat wel begrijpt erom. Maar Frank, bedankt. En zoals het lied zegt, dit is geen vaarwel, mijn vriend. We zien elkander weer. Is het niet in Pelt, dan is het in Nesmond, in Piringen, of misschien, you never know, in Arcachon, want volgens mij zit ze er nog aan. Ja, best dank. Ik sta even op het snoer om het moment terug te nemen. Dat was de hele CD&V-fractie, nu ik het petje van fractieleider mag op heb. Frank alludeerde er net al op. In 2018 stapten wij als CD&V naar de verkiezingen. Met onder het motto Peltbond. Vandaag 4 jaar later. Ik denk dat niet altijd een evidente zaak Pelt laten bollen. De wind zat niet mee. Over de crisis, vluchtelingenopvang van Oekraïne, Skodka-crisis en dergelijke meer. Maar in Pelt wisten wij daar raad mee. En dat is niet alleen te danken aan de enorme inzet van ons personeel, van het Schepencollege en de gemeenteraad. Nee, we wisten daar ook raad mee, omdat we goed beseften dat we konden rekenen op de belangeloze inzet van Frank en van Anne. Pelt Bolt, ik zei het net al, mede dankzij de zeer robuuste tandem. De tandem Ann van Dorpen, Frank Smeets. Ann, sta me toe om even met u te beginnen. Achteraan op de tandem, daar hoort een drijvende motor te zitten. Altijd blijven trappen, altijd gas geven. Soms is over de schouder van de stuurman heen roepen welke richting het best zou uitgaan, maar vooral blijven doortrappen. Dag en nacht. En niet in eigen belang, maar altijd voor een ander. Anne, ik keek even terug op het internet. Ik ben even gaan zoeken naar de aankondiging waarmee jij werd aangekondigd als nieuwe kandidaat voor CD&V Overpelt in 2012. En sta me even toe om die voor te lezen. Ik vond die wel treffend. Anne zou vereerd zijn als zij de kans krijgt om te kunnen meewerken aan het beleid van de gemeente en om een stem te mogen zijn voor Holheide. Kortom, Anne is een dame met talent waarvoor een mooie toekomst wacht op het gemeentehuis. Ja, het bleken profetische woorden. En of dat daar een mooie toekomst wachtte. In 2015 werd je benoemd tot schepen van cultuur, buurt- en wijkwerking, erfgoed, vrijwilligerswerk en evenementen. In 2016, er was een bevoegdheidswissel. En je kreeg daar de bevoegdheid waar eigenlijk je hart lag. En dat is het welzijn, dat weet iedereen hier rond tafel. En weet heel Pelt. En uit datzelfde persartikel stond nog de slogan. Ik weet niet of je hem zelf nog weet. Maar uw slogan was samen borg voor zorg. Ah, dat is voilà. En
Ik denk als we vandaag in Pelt zitten in 2022, de zorggemeente in Noord-Limburg, hè, altijd al geweest, maar het is het ook gebleven. En dat is mede dankzij uw jarenlange inzet voor welzijn, voor zorg voor de Peltenaar. En de coronacrisis is zelfs nooit tevoren gebleken. Je hebt de eerste lijnzone, de welzijnsregio, daar zit jij de motor geweest van de samenwerking. In Noord-Limburg op vlak van mondmaskers, beschermingsmateriaal, de vaccinaties die er later nog bij kwamen. En dat staat in het geheugen van ons en van heel Noord-Limburg gegrift, denk ik. Een lijst geven van uw fantastische realisaties voor onze gemeente, dat is haast onbegonnen werk. Die lijst is eindeloos. Urenlang kunt je ook gepassioneerd vertellen over het welzijnsbeleid, het gezinsbeleid. En Pelt zorgt, zeggen we al ooit, maar dat is vooral dankzij u. Anne, dank u wel. Dank u wel voor uw passie, voor uw gedrevenheid. Zoals je van de week zei op de algemene vergadering van de welzijnsregio, bedankt om af en toe een beetje stout te zijn. En bedankt voor alles. Geniet van alles wat op uw pad komt, vooral van uw gezin. En hopelijk ook een beetje van de rust. Katrijn zei het net ook al, wie u kent weet dat gehele rust niet echt in uw woordenboek staat. En wij als fractie zijn heel blij, heel vereerd dat we op uw steun, uw ervaring kunnen blijven rekenen binnen onze fractie. Dank u wel, Anne. Terug naar onze tanden. Want we hebben niet alleen een motor die blijft trappen. Van voor op de tandem zit Frank, onze betrouwbare stuurman. Het stuur stevig in de hand. Blik op de weg om op tijd alle gevaren en ook opportuniteiten op te merken. Maar het stuurman stuurt niet alleen. Hij stuurt niet alleen, hij bepaalt ook de koers. En van één ding konden wij als fractie, als partij en eigenlijk ook als Peltenaar gerust zijn. De koers was steeds duidelijk. Af en toe een pittige kol in de vorm van een globale crisis of dergelijke meer. Soms is een vervelend obstakel op de weg. Maar steeds werd er tijdig gestuurd en loodste Frank Pelt door de soms toch wel turbulente afgelopen 4 jaar. Werd er achter hem op de tandem is te hard getrapt. Dan was Frank degene die het voorzichtig aan de rem trok. En moest er een vitesse bijgestoken worden, ja, dan aarzelde ook geen seconde, Frank. Ik heb van u ook gezocht naar een artikel, maar in 1988 was er nog geen Google. Dus helaas. Dat is de keerzijde van een politieke carrière van meer dan 30 jaar. Maar ik vond wel een stuk in Belang van Limburg van de hand van Dominique Klaas. En ik vond dat ook zeer treffend, dus ik wou daar toch ook even uit citeren. Het zal heel herkenbaar klinken voor velen. Een tafelspringer is hij nooit geweest en zelden verhief hij zijn stem boven die van een ander. Nee, Frank Smeets was niet de man die voortdurend met de vuist op tafel sloeg, integendeel. Hij was eerder de man die na ampel overleg en met goede argumenten zijn stelling verdedigde. En toch wist hij in sommige dossiers ook hard door te duwen, zonder dat dat eigenlijk opviel. En dat is ook hoe ik u jaren geleden heb leren kennen. Niet de man van de grote woorden, niet de man van de spotlights, maar een man van oprechte interesse, dossierkennis en empathie. En wie Frank Smeets zegt, zegt ook authenticiteit. Here's what you get. Dat is een eigenschap die schaars wordt in de hedendaagse politiek. Maar ook zo fundamenteel en belangrijk. Frank, je neemt vandaag afscheid van de gemeenteraad van Pelt. En ik weet niet of jij enig idee hebt van hoeveelste gemeenteraad zit ik dit is die ik in je carrière bijwoont. Ja, ik ook niet. En het zou onbegonnen en eindeloos stelwerk zijn, maar in elk geval, ik heb een rijk verleden. Raadslid in Neerpelt, burgemeester van Neerpelt, gemeenteraadsvoorzitter in Neerpelt en eerste burgemeester van Pelt. En dat allemaal rond de oevers van Dommel. Maar laat me even inzoomen op dat laatste. In 2017 werd jij aangesteld als fusiecoördinator om de fusie tussen Neerpelt en Overpelt in goede banen te leiden. En zonder anderen in discrediet te willen brengen, denk ik dat ik mag zeggen dat het is dankzij uw harde, uw volgehouden inspanningen samen met de beide schepencolleges en gemeenteraden dat wij hier vandaag zitten als gemeenteraadslid van de gemeente Pelt. Het was dan ook een evidentie voor ons als partij. Misschien nog niet meteen voor u, maar voor ons wel, dat jij ook onze CD&V-lijst zou gaan trekken bij de verkiezingen. Uw politieke moed om door te zetten met die fusie,
die werd beloond na de verkiezingen. Voor eens en voor altijd in de geschiedenisboeken, de eerste burgervader van Pelt zal altijd Frank Smeets zijn. Frank, jij hebt Pelt op de kaart gezet, letterlijk, figuurlijk en hoe. Maar vandaag nemen we ook niet alleen afscheid van burgemeester Frank Smeets. We nemen ook afscheid van het politieke beest Frank Smeets. Een monument in de Noord-Limburgse politiek die van rustige vastheid zijn handelsmerk heeft gemaakt. 18 jaar lang pendelen tussen Hasselt en het noorden en door alle bronschoenen eikenhout dat onze provincie rijk was. Een deputé voor Neerpelt, voor Overpelt, voor Pelt en voor Limburg. Denk aan de prachtige site Dommelhof. Hè. Mede dankzij uw steun is die wat die vandaag is. Een bruisende en verbindende plek voor sport en cultuur in Noord-Limburg. En laat ons ook eerlijk zijn. Dat Frank een verbinder puur zo is, dat wisten wij ook al voor de fusie tussen Neerpelt en Overpelt. Ik moet het voor het woord fusie eigenlijk nog maar zeggen. En Frank die voelt zich als een kind in de speeltuin. Ik weet niet of dat is fout, maar eerst waarschijnlijk wel. Fusie van afval intercommunales, hogescholen, noem maar op. Frank, die bedacht het en die deed het. Ik zei net bij Anne dat er geen beginnen was aan het opnoemen van de voornaamste verwezenlijkingen. Ik stel voor dat ik bij u ook maar geen poging ga maken, want dan zit weer nog lang. Voorvechter van natuur, hè? Natuurlijk Frank was uw eerste verkiezingsslogan, heb je mij deze week nog verteld. Van welzijn, van onderwijs, bewust en onbewust de grote verbinder binnen de hele provincie. Ik spreek denk ik niet alleen namens mezelf als ik u van harte dank daarvoor. En sta mij tot slot nog even toe om mijn mantel als fractieleider af te slaan en heel kort mij tot u te richten als uw opvolger. Hè? Voor straks, over 2 weken, over volgend jaar. Dus het een klinkt wat heftiger dan de andere. Ja, een eer. Niks meer, niks minder dan dat om het mooiste mandaat in de politiek van u te mogen overnemen. Een hele grote eer dat ik het stuur van die tandem, van die ploeg mag overnemen van iemand die uw staat van dienst heeft. En volgende week mag ik naar de gouverneur en het zal met licht knikkende knieën zijn misschien dat ik daar sta om een eed af te leggen. Aan goesting en ambitie zal het in elk geval niet mankeren, maar wel in het volste besef. En het is al veel gezegd, maar ik heb verdikke grote schoenen te vullen. Dus bedankt voor het vertrouwen van u, maar ook van alle ervaren en getalenteerde mensen hier links en rechts van mij. Bedankt om een leermeester te zijn, bewust en onbewust. En bedankt dat ik nu nog het voorrecht heb gehad om 1,5 maand uw stagiair te mogen zijn en zoveel mogelijk ervaring en kennis op te slurpen van iemand met uw ervaring. En we hebben allemaal al veel mailtjes gehad van u. Ik stel voor dat we de slotwoorden voor 1 keer omdraaien. Frank, dank. Dank. Ik ga ook nog overdreven. Als ik toch nog iets mag meegeven zo, hè, en de mensen die mij al langer kennen, hè, Frank en Leon, en Gilbert en Jeff en Linda vanuit de provincie en wij van 88 gemeenteraad, je zat er al van 82 in. Wat ik heel dikwijls gezegd heb, en dat wil ik mee, mijn definitie van politiek is samenwerken en niet tegenwerken. En dat is zo'n idee dat gevormd is en dat ik altijd meegedragen heb, vooral in de periode van verkiezingen, als je lijsten moest samenstellen, als je kandidaten moest gaan zoeken, ik heb 5 keer moeten doen. En we weten allemaal in de politiek, we zwijgen er dan over, hè, want ik spreek niet over de tegenpartij of de tegenploeg, maar we weten allemaal dat het heel moeilijk is om mensen te overtuigen. Mensen die zich maatschappelijk inzetten, dat die het op hun nek willen uitsteken, kleur willen bekennen, zich bloot willen geven, dat kieshokje om te zeggen, populair ben ik nu eigenlijk, of hoeveel vrienden heb ik nu, of hoeveel mensen wil ik. Dus ik heb geweldig veel respect altijd voor de minderheid van de mensen die zich op de verkiezingen willen opzetten om te zorgen voor het algemeen belang. Dus voor mij is politiek samenwerken en niet tegenwerken. En we hebben een spel in onze democratie van meerderheid en oppositie. En gelukkig is dat een democratie
dat niet wit-zwart is gelijk. Dictatoriaal, want dan is geen democratie. Maar dat we toch verschillende partijen hebben met verschillende meningen. En dat vind ik ook belangrijk. Dat is de tweede idee die ik van die politiek heb. Hoe meer tegengestelde meningen, rijker de gedachten kunnen vormen. En daarmee vind ik heel veel respect voor iedereen rond de tafel. En hier, publiek in de gemeenteraad, lijkt wel meerderheid, oppositie. We steken ons handje op. Maar het is met iedereen in de fracties, wanneer dat die ideeën en punten worden voorbereid, ook in het schepencollege, verschillende meningen, en met respect voor elkaar, kom je tot, en te luisteren naar elkaar, kom je tot goede oplossingen en goede politiek en een goed bestuur voor de mensen waarvoor we het doen. En ik mag echt gelukkig zijn dat ik dat die 35 jaar heb mogen doen, neerpeld, in de provincie, nu in het Pelt, en dat het eigenlijk altijd op een goede manier gebeurt. Dus met respect voor elkaar, zoals de trein ook zegt en iedereen zegt, dat hebben we altijd. We hebben nooit ruzie gemaakt, we hebben nooit op de man gespeeld. De bal wel misschien, en dat vind ik wel belangrijk, als je ooit te verslagen uit andere gemeenteraden, ja, wat een hakketak dat er is, dan denk ik, maar jongens, maar wat zijn er toch mee bezig? Mensen kiezen niet voor ruziemakers, mensen kiezen voor mensen die vooruit willen met hun gemeente en uitkomen voor hun mening. Dus ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken dat ik het voorrecht heb gehad om dat zo lang mee te mogen doen en samen te kunnen doen. En dan heb ik het voorrecht gehad misschien om van voor aan dat stuur te mogen zitten. Maar het is met de samenwerking van allemaal. Hè. Allemaal. Herinner u als we met een fusie bezig waren, dat we met de fractieleiders regelmatig samenkwamen. Dat we zeggen, kijk, die en die problemen komen op de weg. Hoe gaan we het oppakken? En we hebben eigenlijk allemaal in vertrouwen en goed gedaan. In het belang van dat wat we aanvoelden van, kijk, we gaan naar iets moois, iets goed kunnen bouwen. Dus hartelijk bedankt daarvoor. En ook Peter, algemeen directeur, Hilde, adjunct. De medewerkers die er zijn, we kunnen ook bogen op een hele sterke administratie. Ook mensen die leven voor een dorp en daar ook het beste van willen maken. En daar zit soms een spanningsveld, maar gezonde spanning is soms ook wel goed. Dat geeft ook wel wat dynamiek en energie, dus dat is ook goed. Dus allemaal hartelijk bedankt daarvoor. Die flesjes gaan we zeker vullen. Hè. En dan gaan we het samen wel eens proeven. En die gelegenheid komt er wel, maar ik heb er wat meer tijd voor nodig. Ja. Hartelijk dank voor de hele fijne samenwerking. Ik heb er ook van genoten, laat mij dat zeggen. Maar ik moet ook maar niet te veel overdrijven, niet meer goed zien. Ja. Als ik een indruk heb aangelaten, wel, pak de goede dingen eruit. En doe zo voort, zou ik zeggen. Dus hartelijk dank. En Dennis, heel veel succes. Els, heel veel succes. En allemaal heel veel succes. Hè. Waardeert elkaar, heb respect voor elkaar. En bouwt samen aan die schone gemeente. Voilà, dat is mijn boodschap. Dank u. Ik wil u ook heel erg bedanken. Voor mij, ik zit hier heel bescheiden, hè, want ik heb mijn carrière is een beetje kort. Hè. Maar ik wil u in ieder geval heel erg bedanken. Toen dat Dirk mij kwam vragen voor de verkiezingen 10 jaar geleden, toen zat ik met Rosfine in de auto en ik ging met het zwembad. En ik heb een telefoon neergelegd en ik had de slappe laag. Ik denk, wat voelen ze mij nou vragen? Ik wist bij God niet aan waar ik begon. Dus toen ik dan uiteindelijk schepen werd, heb Dirk en Jacques al even met mij afgezien. Ik in het begin. Ja, ik heb een intensieve zorgverpleegkundige, dus voor mij moet alles snel gaan. Hè. Dus ik heb in het begin moest ik daar toch enorm veel bij leren, maar ze hebben mij daar enorm in de spuug gedenken. Dat was voor mij een heel moeilijke beslissing en een heel pijnlijke beslissing. Want ik heb het echt heel graag gedaan. Ik heb het echt wel met vol overgave. En dat hoop ik toch gedaan. Maar ik wil geen halve schepen zijn. Ik wil een 200% schepen zijn. En de combinatie met mijn job in het ziekenhuis, wat ik ook met hart en ziel doe, was heel moeilijk. En dan nog het voornaamste, dat zijn mijn kinderen. En mijn man thuis. En mijn kinderen zijn nog een paar jaar thuis. En ik wil van die paar jaar dat ze thuis zijn, daar toch nog van genieten. En door hun zijn, want dat is ook nodig. En ik was niet gestopt als ik niet wist dat ik een heel goede opvolging had. Dus ik ben er ook heel gerust in dat het hart voor welzijn blijft kloppen. Dus Dennis en Els, heel veel succes. En dank je wel voor een mooie woorden. Inderdaad. Meneer de voorzitter, als u mij toestaat, als lid van de publieksvoorzitter. Ik weet wel dat het niet de bedoeling is om intussen te komen, als ook mijn bedoeling is. Als u mij toestaat, wil ik graag een paar korte woordjes zeggen, iets korter dan niks tijd.
Ja, als burger van Neerpelt, dank al jaren als Neerpeltenaar, als burgemeester, het burgemeester. Ik kan alleen maar zeggen, ik ken hem ook als ongelooflijk integer persoon. Ik heb hem even mogen meemaken als lid van de Campusraad in Sint Maria. Ik merk, maar in alles wat hij gedaan heeft, dat hij waanzinnig competent is. Dat heeft hij hier ook gezegd. Ik waardeer hem als persoon ook wat hij zelf hier heeft uitgelegd. Als zijn filosofie van de politiek. Ik wil alleen maar kort en krachtig zeggen, gewoon als Peltenaar, als burger, voor alles wat hij vertelt. En de parking, alles wat er over is, heeft gedaan. Hartstikke bedankt. Dank u wel. Voor je gemeenschap. Fijne woorden gezegd, warme woorden, mooie woorden. En ja, als afsluiting gaan we brengen. Ja, naar het einde van het jaar toe allemaal heel fijne feestdagen en geniet samen met uw vrienden, familie van die mooie feestdagen. En tot volgende zitting, en dan zijn we al 26 januari. Hierbij sluit ik de vergadering.